Goed, dames en heren, zullen we beginnen? Ik zie dat we nog niet helemaal voltallig zijn, maar het lijkt me toch goed om vast aanvang te maken. Dus welkom, fijn dat u er bent. Nee, ik zou bijna zeggen, wie mag ik het woord geven, maar het schiet nog niet heel erg op. Goed, fijn dat u allemaal op uw plek zit. We zijn inmiddels aangekomen bij agenda punt 2, want ik heb zojuist al geopend. En dat is het vaststellen van de agenda van deze ronde. Kan de agenda uw goedkeuring wegdragen? Ja, ik zie geen opmerking van uw kant. Dan is dat bij deze vastgesteld. En dan gaan we over naar agenda punt 3. En dat is het spreekrecht van deze vergadering. We hebben daarvoor vandaag twee insprekers. Dat is de heer Ten Hoor van Kwast Vastgoed met betrekking tot de verplaatsing van Aldi. En de heer Van der Schouw namens diverse supermarkten met betrekking tot de wijziging van winkeltijden. En ik wil graag de heer Ten Hoor vragen om naar voren te komen. Hij heeft mij in de pauze gegarandeerd dat hij het in 1 minuut zou kunnen. 5 minuten staat ervoor, dus ja, goed, ga de uitdaging aan om het in 1 minuut af te ronden, want dan gaan we voortvarend van start. En nu het woord en de ruimte, als u 5 minuten nodig heeft, uiteraard om de 5 minuten gewoon te gebruiken. Succes. Voorzitter, bedankt. Leden van de raad. 1 minuut heb ik gezegd tegen de voorzitter en dat is eigenlijk omdat ik gevraagd had om hier te mogen inspreken. Over de afwijzing van het beroep van Aldi. En daar had ik een heel verhaal voor in mijn hoofd zitten waar ik 5 minuten de tijd voor had. Vanochtend zag ik in de agenda van de vergadering dat Plaatselijk Belang en de havenvereniging een hele mooie brief hebben geschreven. Die stond vandaag ook in de Deddingswaardse Courant. En die geeft denk ik weer waar ik vorig jaar mee bezig ben geweest namens Komen Vastgoed. Namelijk het realiseren van een totaalplan voor het Mercatorterrein. Dus niet alleen een verhuizing van een Aldi, of alleen een sportschool, of alleen een garagebedrijf, maar een totaalplan wat van toegevoegde waarde is voor het dorp. Ik hoop dat u luistert naar Plaatselijk Belang en naar de havenvereniging en dat u in overweging wilt nemen dat de bevolking van Deddingswaard iets anders wil als wat u wilt. Dank u wel. Dank u wel voor uw korte en heldere betoog. Het is inderdaad binnen een minuut gebleven, dus heel strak. En ik kan me voorstellen, dus blijft nog even staan, dat er nog wel wat vragen zijn van aan de kant van de raad. Dus ik kijk even rond of dat het geval is. De heer Rodemond heeft nog een vraag. Nee, de heer Rodemond. Heer Rodemond, nu het woord. Voorzitter, dank u wel. U heeft het over draagvlak bij de inwoners voor het totaalplan wat u voor zich ziet. Nu is natuurlijk mijn vraag dat totaalplan. Is dat enigszins haalbaar zonder het meedoen van de Aldi? Omdat daar natuurlijk een hangijzertje zit in deze raad wat dat betreft. Ja. Nee, dan is het niet haalbaar. Ik ben hier ruim 1,5 jaar geleden met Komen Vastgoed en Aldi samen aan begonnen. En zonder Aldi zal dit plan niet haalbaar zijn. Voldoende. Prima. Geen andere vragen. Bedankt u voor uw komst en voor uw heldere bijdrage. Nou, bedankt en succes allemaal. Wilt u de microfoon nog even uitzetten? Gaat vanzelf uit, kijk. Top. Gaat goed tegenwoordig. Dan wil ik graag de heer Van der Schouw naar voren vragen om zijn bijdrage te geven over de wijziging van winkeltijden. En hij doet dat namens een aantal supermarkten, zowel in Bergentijn, Balkbrug, Slagharen, Gamsbergen en De Krim. Aan u het woord. Neemt u rustig de tijd. Dank u wel, voorzitter. We gaan proberen om het in 5 minuten te doen, want wat u bezighoudt, liggen wij van wakker. En dat is niet eenvoudig om dat in 5 minuten te bespreken. Mijn naam is Roland van der Schouw. Ik spreek namens alle supermarkten in de kleine kernen van de gemeente Hardenberg. U als gemeenteraad wordt voorgesteld te besluiten over de verordening winkeltijden gemeente Hardenberg 2014 te wijzigen door een toevoeging van een tijdelijk artikel. Dit betreft het aanwijzen van zondagen voor openstelling van winkels. Wij als eigenaren van verschillende supermarktformules in de kleine kernen vragen aandacht voor het volgende. Het beperken van de zondag openstelling tot de 2 grote kernen... Hardenberg en Deddingswaard brengt binnen de gemeente Hardenberg een verschuiving van winkelend publiek met zich mee. En daarmee een omzetverschuiving van kleine kernen richting de grote. Met het verschuiven van de omzetten brengt u het voortbestaan van de supermarkten in de kleine kernen direct in gevaar. De omzetklassen waarin wij opereren zorgen ervoor dat we zuinig moeten zijn op iedere euro omzet. En die euro omzet zorgt in de kleine kern voor vitaliteit en mogelijkheden om diverse activiteiten mogelijk te maken. En financieel te kunnen ondersteunen. Zoals bijvoorbeeld sportverenigingen, avondvierdaagse, maar denk ook aan diverse feestweken die georganiseerd worden in de dorpen. Realiseert u zich dat we meer zijn dan alleen een verkooppunt van levensmiddelen.
Ook zorgt u ervoor dat we ons personeelsbestand in bestand kunnen blijven behouden. Investeringen kunnen doen voor een beter milieu en de aantrekkelijkheid van de winkel. En investeren in het voorbestaan van de o zo belangrijke dorpssuper. Het voorstel wat er nu ligt zal een negatief effect hebben op onze continuïteit. Een jaar lang verplicht onze omzet inleveren is geen optie voor ons. En zal ook geen reëel beeld geven van de gevolgen van de zondagopenstelling. Wat gebeurt er als wij de verordening winkeltijden negeren? Hoe ziet de toekomst eruit van de dorpen zonder supermarkt? Kunnen wij de evaluatie in september 2019 als supermarktondernemer bijwonen? Of zit ons dorp al zonder basis van leefbaarheid? We vragen u, geeft alle supermarkten de mogelijkheid om zelf de keuze te kunnen laten maken in de zondagopenstelling op de daarvoor aangewezen dagen? We danken u voor uw aandacht en wensen u veel wijsheid bij het nemen van het besluit. Met vriendelijke groet, de supermarkteigenaar. En ik besef dat dit een verhaaltje is van een paar minuten over een hele dag of een hele avond vergaderen. Dus ik wil jullie even allemaal een exemplaar toedoen, zodat jullie rustig na kunnen lezen. Bewust in een andere kleur, zodat u niet verstrikt raakt tussen alle witte papieren van vandaag. Hartstikke goed, dank u wel voor uw bijdrage. Blijf nog gerust even staan, want ik kan me voorstellen dat er nog wel een aantal vragen zijn. Ik kijk daarvoor rond en ik zie in ieder geval mevrouw Klok, de heer Rodemond, de heer Kloekhorst, de heer Van den Berg. De heer Van der Wel. Het lijkt wel veel op elkaar, denk ik, op een andere plaats. En bij de ChristenUnie de heer Oding. En ik heb het eerst mevrouw Klok gezien, dus ik geef mevrouw Klok de ruimte om de eerste vraag te stellen. Nou, dank voor uw komst, meneer Van der Schouw. Ik begrijp heel goed, of onze fractie begrijpt heel goed waarom u hier bent. Ik begrijp dat u in ieder geval mee zou willen draaien in de pilot. Hè, niet uitgesloten worden van de grotere kernen, maar als kleine kern graag meedraaien. Geldt dat voor alle andere kernen ook, die u vertegenwoordigt? Wij willen de vrije keuze hebben om mee te draaien. We willen niet verplicht worden om dicht te blijven. Ja, duidelijk. Helemaal duidelijk. Prima. Dank u. Voldoende zo, mevrouw Klok. Ja. Heer Rodemond. Misschien dan ten overvloede hoort mijn vraag gesloten enigszins aan bij die van mevrouw Klok. Maar even voor de helderheid, heeft u een beeld in ieder geval, voor uzelf in ieder geval, maar bij uw collega's, hoe de sentimenten zijn ten opzichte van de zondagsopenstelling? Dat was namelijk een van de argumenten om het niet te doen. We hebben ruim overleg gehad met collega's. Een aantal van mijn collega's zitten daar. We zijn daar al meerdere malen voor bij elkaar geweest. En wij delen dezelfde mening. We staan niet voor een zondagopening. Maar als we gaan, gaan we met z'n allen in een vrije keuze. Dan de heer Kloekhorst. Ja, dank u van de Schouw. Nog even voor mijn eigen zekerheid. U zegt niet van, u moet het niet doen, die zondagopenstelling. Maar u zegt van, geef ons gelijke kansen, zodat wij de leefbaarheid in de dorpen op peil kunnen houden. Inderdaad, dat heeft u goed begrepen. Goed, ik stel voor dat we nu niet drie keer nog te repeteren dezelfde vraag gaan stellen. Meneer Jonker. Ja, ik heb een vraag. Maar hoe staat u er om het helemaal niet te doen? Dus de hele pilot niet. De pilot, zoals die nu ingestoken wordt, geeft gewoon een generieel beeld van de markt. Dus dan op deze manier niet. Een test zoals deze is eigenlijk geen test. Dit is gewoon een verschuiving wat je niet kunt. Waar gaan we op meten? Is er een nulmeting geweest? Gaan we auto's tellen? Of het een succes is of niet? Dus dan zegt u als alternatief voor het geel, dan opteren we liever voor helemaal niet. Als u dat zo beluistert, niet. We gaan alleen of allemaal niet. Dan krijg je een realistische test. En als dit de test is zoals die nu ligt, dan niet. Want dit is geen reëel beeld. Oké, dank u. Dank u wel, meneer Jonkhans. Ik ga naar de heer Oding. Dank u wel, meneer Van der Schouw, voor uw inspraak. Ik proef ook wel de emotie bij datgene wat u heeft verteld. Ik ben wel even getriggerd doordat u op een gegeven moment zegt, een jaar lang verplicht omzet inleveren is geen optie voor ons en zal ook geen reëel beeld geven. Maar het
dat het karakter, het dwingende karakter, een jaar lang omzet inleveren, dat vind ik ook geen reëel beeld. Zou u een serieuze inschatting kunnen maken wat dat zou kunnen betekenen? En dan gewoon reëel, hè? Want dit zit vol met aannames van compleet omzet en noem maar op. Maar wat is een reëel beeld? Ook kijken naar dat er zeg maar, nu ook al mensen misschien wel in het koevorders aan het winkelen zijn. Dat reële beeld, wij als supermarktondernemers worden gedwongen alleen maar reële beelden voor onszelf te schetsen. Maar het kan maar zo zijn dat we in sommige kernen, afhankelijk waar ze gesitueerd zijn, tot 10% omzet in gaan leveren. En een jaar lang 10% omzet inleveren is een hele hoop geld. Ja, en dat kunnen een hele hoop ondernemers niet dragen. Dus dan zullen we het jaar niet eens volmaken. Maar goed, u bent ermee bekend hè, dat het coalitieakkoord uiteindelijk is zeg maar, zo samengevat dat we het hebben over de kernen Delenswaard en Hardenberg. En ik zou u in ieder geval willen meegeven zeg maar, om ook over dit onderwerp blijvend met het college in gesprek te gaan. Hè. Dus ook gedurende de pilot, zoals die zeg maar in september is ingediend en gepland, zou ik u dat toch wel willen adviseren om dat te blijven doen. We vinden het alleen ontzettend jammer dat we het uit de media moeten vernemen en niet dat we vooraf geïnformeerd zijn, dat is één. En we weten heel graag de meetpunten waarop de proef wordt getoetst. En ik denk dat dat niet zonder samenspraak gaat met de voor- en tegenstanders en de grote en de kleine kernen samen. Ja, en over die meetpunten, zeg maar, hè, dus die evaluatiepunten, denk ik daar u op doet, zeg maar, daar krijgt u ook gelegenheid voor om, wat ons betreft, om daar ook op in te spreken. Dank u wel, heer Oding. Ik ga naar de heer Van der Wel. Ja, hij staat aan. Dank u wel, voorzitter. Mooi dat u hier staat. Ik denk dat u hier ook een helder beeld heeft geschetst van wat u als gezamenlijke supermarkten wenst. Ik kan me dat ook voorstellen. De heer Stelpstra die, noemde daar straks in zijn betoog tijdens de algemene beschouwingen dat een coalitieakkoord geven en nemen is. Dit is... Een voorbeeld van dat akkoord. Hè. De een had misschien veel meer gewild, de ander had veel minder gewild. En u voelt zich daar de dupe van en dat vind ik voor u heel vervelend. Ik heb daarbij wel eigenlijk een vraag. Want u, ik voel best wel wat boosheid. U voelt zich niet gehoord, dat is wat ik bij u constateer. En dat ja, als ik de brief ook nog even nalees, dan zie ik een hoop hoofdletters, hoop kapitalen staan in de brief. Nou, dat zegt ook iets over de emotie die er bij dit onderwerp bij iedereen zit. Hè? Dus laten we daar ook gewoon niet omheen draaien met elkaar. Wat me wel een beetje triggert is, u zegt, wat gebeurt er als wij de verordening winkeltijden negeren? Dat roept een beetje de suggestie op dat u misschien van plan bent dat te gaan doen. Kunt u daar iets over zeggen of u of een van uw collega ondernemers dat van plan bent? Nou, de vraag is duidelijk, wat gebeurt er als wij hem negeren? En of we wel of niet gaan negeren, dat is nog niet ter sprake, maar we willen duidelijkheid hebben. Want neem een voorbeeld even, heel simpel gezien, de gemeente Hardenberg, toeristisch gebied. En dan denk ik dat Slagharen als toeristische plek nummer 1 als bestempeld mag worden in de gemeente Hardenberg. De toeristen die ook uit overige delen van ons land komen, die gewend zijn aan de zondagopening. Die kunnen in Slagharen nergens terecht. Die worden naar links en rechts naar Hardenberg en Delenswaard gestuurd. Helder, u zegt eigenlijk geen ja, geen nee. Dan volg ik ook de heer Oding een beetje in de zin van laten we met elkaar in gesprek blijven. Hè. Wij zijn dat ook al met elkaar geweest. U was daar niet bij, maar uw collega ondernemers. Ik ben met de collega. Mijn vrouw was aanwezig. Ja, nou, dus dat is hartstikke goed. Dat geeft ook aan dat het belang van ons is. We wachten niet af. We zetten zelf de eerste stap om met jullie in gesprek te gaan. Ja. Want de uitnodiging van jullie moeten we nog hebben. Ja. Nee, goed dat u dat zegt. Ik denk dat we nog veel met elkaar in gesprek zullen zijn. Heel graag. Ja. Dank u wel. Dank u wel, meneer Van der Wel. Ik kijk dan nog even naar de heer Boshoven. Want dat is de enige die niet heeft. Heeft u nog een toevoeging of mag het zijn? Ik zie dat daar geen reactie komt dus. Het verhaal is dusdanig duidelijk van de inspreker dat ik hier geen vragen over heb. Helder, dank u wel. Goed, prima. Voorzitter, mag ik nog één vraag stellen? Heel kort. Want de openstelling in Coevorden is al een tijdje een feit en daar zit u ook redelijk dichtbij in de buurt. Heeft u daar iets van gemerkt toen de winkels in Coevorden, de supermarkt in Coevorden op zondag open gingen? Jazeker, ook daar hebben we wat van gemerkt. En nu gaan we, dat is concurrentie tussen de gemeenten. En nu gaan we in onze eigen gemeente dezelfde concurrentie toepassen.
Goed. Dank u wel, heer Gelling. Dank u wel, heer Van der Schouw, voor uw inspraak. Dank u wel voor het uitreiken ook van uw inspraak op het kleurig papier. En het agendapunt komt straks terug op de agenda en wordt inhoudelijk verder besproken. Dank u wel. Goed, dan gaan wij verder met het meningsvormend deel van deze vergadering. En agendapunt 4 komt daarbij aan de orde. En dat is de beslissing op bezwaar met betrekking tot afwijzing, verzoek, wijziging, bestemmingsplan in zaken verplaatsing Aldi Delenstraat naar het Mercatorterrein. En ik kijk even rond wie ik daarvoor het woord mag geven. Ik zie de heer Rodemans, de heer Gelling, de heer Brink, de heer Oding. Dan ga ik linksom en dan begin ik toch maar met de heer Schuurman, ondanks dat hij zich wat laat meldt. Dus de heer Schuurman, het woord is aan u. Dank u wel, voorzitter. Ik lees uit het besluit van 9 januari 2018. Dat er staat dat de verplaatsing van Aldi naar een locatie buiten het centrum van Delenstraat niet goed is voor het functioneren van het centrum. Wat wordt daarmee bedoeld? Want het lijkt me toch helemaal niet belangrijk. En dan in die zin van het woord, wanneer je een centrum hebt, daar ga je winkelen, maar de Aldi is iets om boodschappen te doen. Dus je zit daar misschien 10 minuten boodschappen te doen en je vertrekt weer. Bij een centrum heb ik een heel ander idee. Dan is er ook een keer dat buiten het centrum heeft het voordeel dat er aanzienlijk meer parkeerplaatsen kunnen zijn en minder parkeerdrukte binnen het centrum zelf. Hoe denkt het college daarover? Dat is ook het antwoord op deze termijn. Ja, dank u wel, heer Schuurman. Kijk even naar de fractie van de Partij van de Arbeid. Geen vragen. Koers, geen vragen. De heer Rodemond. Voorzitter, dank u wel. Het mag geen geheim zijn dat mijn fractie een groot voorstander is van het plan, eigenlijk zoals dat zojuist door de heer Ten Hoorn nog eens is gememoreerd, waar de Aldi een onderdeel van uitmaakt. Nu heb ik ook een notitie toegezonden gekregen van de Aldi, een memo met een aantal argumenten. Eigenlijk tegenover de argumenten van het college. Waaruit lijkt dat de effecten planologisch nog economisch een groot effect hebben op het kernwinkelcentrum van Delemsvaart. En eigenlijk kom je dan eigenlijk tot de conclusie, tenminste dat doe ik, dat het plan zoals dat nu geschetst is met inderdaad een Aldi, maar ook een aantal andere faciliteiten, echt een aanwinst kan zijn voor het dorp. En dat zie ik ook enigszins terug in de toonzetting van de inwoners en de havenstichting, zeg maar, van Delemsvaart. Waardoor ik toch het gevoel krijg van, praten we hier wel over de juiste argumenten? Ik wil dan ook graag vragen aan het college, kent zij de memo die mij is toegezonden door de Aldi, waarin een aantal argumenten worden weerlegd met eigen stukken van provincie en zijn post? En zo ja, kan het college daar ook even inhoudelijk op reageren. Dank u wel, meneer Rodemond. De heer Gelling. Ja, voorzitter, dank u wel. Voorzitter, het was tot voor kort bij het oude college echt onmogelijk om iets te vinden in dit dossier. Dus wij hebben ons daar ook niet in bemoeid. En we hadden eigenlijk gehoopt dat nu er nieuwe mensen zitting hebben in het college, dat er wellicht ook een nieuwe blik zou plaats hebben kunnen vinden. En dat is dan gelijk vraag 1, want mede door, ik zit in uw dossier te praten hier, maar door uw oproep in het vorige keer om toch met de Aldi in gesprek te blijven, hebben wij begrepen dat er gisteren een gesprek heeft plaatsgevonden tussen de nieuwe portefeuillehouder en een delegatie van de Aldi. Wij zijn toch wel ondertussen benieuwd wat dat voor nieuwe inzichten heeft opgeleverd. En we hopen ook op nieuwe inzichten. Wij hopen ook, voorzitter, dat u eens zou willen kijken, niet zozeer naar, moeten al die daar nou weg naar het Mercatorterrein, maar wel, wat moet er nou gebeuren met de Julianenstraat Noord? Want die begint toch wel wat extra aandacht te vragen met leegstand ondertussen. Dus wellicht dat u daar eens naar kijkt. We hebben het gevoel dat u nu in een ijzeren padstelling terecht bent gekomen en elkaar in een wurggreep houdt die iedere ontwikkeling verder tegenstaat. En dat vinden wij als VVD-fractie buitengewoon jammer. Wij zouden graag zien dat u eens kijkt naar wat moet er nou gebeuren in de Julianastraat. Is daar de Aldi nog steeds in uw beleving de juiste partij voor? En mocht u dan tot een andere slotvorm komen, dan eens samen met de Aldi te kijken of u in het kernwinkelgebied tot een nieuwe oplossing zou kunnen komen. Daar zou u ons mee verbazen. En mocht u die oplossing niet vinden, dat u dan eens kijkt buiten de mogelijkheden, maar met een nieuwe bril.
En ook in het licht, en D66 zei het al, van de brief van plaatselijk belang, die toch wel een hele duidelijke visie geeft en een heel duidelijk verzoek om niet te start te zijn in de houding hier en vast te houden aan ingenomen standpunten, maar ook eens een keer nieuw te gaan kijken naar ontwikkelingen, nieuwe tijden, nieuwe ronden en nieuwe kansen. Voorzitter, dat wilde ik het graag in eerste termijn bij laten. Dank u wel, heer Gelling. Dan ga ik naar de heer Brink. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, vanavond een nieuwe bladzijde in het boek Aldi en Mercator. Vorig jaar, in december, hebben we hier in dit huis over gesproken. In begin dit jaar hebben wij met ons een hamerstuk besloten dat we geen bestemmingsplan vast wilden stellen dat voor Aldi een verplaatsing naar Mercator mogelijk maakt. En wat onze fractie betreft is dat wel logisch, want het CDA is altijd voorstander geweest van compacte winkelcentra, zodat dat, zoals het ook is vastgelegd in onze detailhandelstructuurvisie en andere beleidsdocumenten. En het was de heer Kloekhorst die zich afvroeg in de vergadering van 19 december vorig jaar of deze beslissing houdbaar zou zijn, ook na het tijdperk van de toenmalige wethouder. Onze fractie is blij dat de commissie bezwaarschriften tot de conclusie is gekomen dat wij als raad het besluit in redelijkheid hebben genomen en wij als raad feitelijk ook niet anders konden. Maar dat is de juridische benadering van het vraagstuk. En dan sluit ik wel aan bij meneer Gelling, want ook wij hebben die brief gekregen van zowel de historische vereniging als het plaatselijk belang, waarin ze eigenlijk ook de angst uitspreken van ja, wat doet het nou met het Mercator-terrein wanneer de gemeenteraad definitief zou besluiten om al die niet te verplaatsen naar het Mercator-terrein. In het licht van de huidige bestemming kan er dan verpaupering optreden, verloedering, et cetera. En zij zouden wel samen met het college, misschien wel met de raad, maar goed, daar moeten we over nadenken. Het lijkt mij vooral een college aangelegenheid om eens te kijken van hey, dan kunnen we niet eens tot een plan komen wat een goede impuls geeft aan de ingang van Deelingsstraat. Volgens mij wordt het in de brieven zo genoemd. Dus mijn vraag gaat eigenlijk daarover en staat ook wel een beetje los van het feit of Aldi wel of niet naar Mercator moet, want dat is voor onze fractie nog steeds heel helder. Alleen dat plan, daar zouden wij wel graag van zien dat het college daarover in gesprek gaat. Voorzitter. En misschien zijn ze daar al wel. De heer Roderman, de vraag ter verduidelijking waarschijnlijk richting de heer Brink. Dat is correct, voorzitter. En dank u wel voor de mogelijkheid daartoe. Even een vraag rondom het standpunt van een klein kernwinkelgebied, dus ook in Deelingsstraat. Ik snap dat u daar voorstander van bent. Dat zijn wij ook. En wij zien ook wel nut en noodzaak om dat soort kernwinkelgebieden vorm te geven. Wat ons betreft staat dat los van een mogelijke vestiging, waar dan ook, van de Aldi. Omdat de Aldi zelf ook heeft aangetoond, en dat is ook bevestigd onder andere door zijn post, dat het geen enkel effect heeft op het kernwinkelgebied. Ik ken de vrees en ik ken ook de vrees vanuit Coevorden wat dat betreft. Maar als je ziet dat deze partij in ieder geval ook inzet op het zo klein mogelijk houden van een mogelijk effect, moeten we daar toch ook wel op een of andere manier oog voor hebben dat we zowel het doel kunnen nastreven van een klein winkelgebied in Deelingsstraat als een mooie ontwikkeling aan een andere kant van dit dorp. Bent u het met mij daarin eens? Nou, voorzitter, wij zien het toch wel iets anders. Het compact houden van een winkelgebied zoals in Deelingsstraat, dat het geval is, daar houden we graag aan vast. Angsten zoals die zijn ontstaan in Coevorden willen wij duidelijk niet. Dus wij staan nog steeds achter de beslissing zoals die toen genomen is. En nogmaals, maar dan val ik in herhaling, maar dat doe ik soms wel graag. Staat het los van het feit van hey, gaan we met elkaar in gesprek. Hoe kun je nou komen tot een goede invulling van de ingang van Deelingsstraat? Maar voor wat betreft het compact houden van het centrum, houden wij vast aan Aldi op de huidige locatie. Volgens mij is dat een goede beantwoording van uw vraag. Meneer Brink, heeft u verder nog een toevoeging, want u werd geïnterpreteerd? Nee, ik vind het wel leuk, want een gewinnetje vaak. Nou, kijk, hartstikke fijn. De heer Rodermond heeft ook geen wedervraag, dan ga ik naar de heer Oding. Dank u wel, voorzitter. Hebben we niet zo heel veel te vragen. De kaders zijn wel eens een beetje duidelijk. We zien op een gegeven moment wel dat er het juridische pad wordt bewandeld. En in dat opzicht ben ik wel even benieuwd hoe de portefeuillehouder dit ziet. Hè? Dus even naar de toekomst toe. Waar leidt dit toe? En ik ben ook wel even benieuwd of de wethouder ons mee kan nemen in als er inderdaad een gesprek is geweest. Recentelijk nog met Aldi vastgoed en de portefeuillehouder. Of daar nog nieuwe inzichten zijn gekomen, misschien wel zelfs een blauwe sinaasappel. Een blauwe sinaasappel, goed, helder, dank u wel. Als oplossing, zeg maar, hè? Omdat er nu een padstelling is. Dus misschien is er wel iets briljants ontdekt
Wat ik dan duid als blauwe sinaasappel. Ja, helemaal goed. We hebben de roze olifant en de blauwe sinaasappel. Dat is, die hebben we toegevoegd vanavond. Dank u wel, heer Oding. Ik kijk naar de portefeuillehouder. De heer Breukeman, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ik heb er in eerste instantie wel behoefte aan om even zeg maar, aan te geven waar we het vanavond over hebben. Want ik hoor bij een aantal partijen uiterst inhoudelijke behandeling van de discussie. Die discussie heeft u meerdere malen gevoerd in het kader van de detailhandel structuurvisie in deze raad. Die heeft u heel specifiek 2 maal gevoerd over de positionering van Aldi op dat Mercator-terrein. Dat was oriënterend in december en in de raadsvergadering van 9 januari jongstleden. We hebben het nu enkel over de wijze van afdoening van bezwaar dat destijds door Aldi is ingediend. Dus 9 januari heeft u heel specifiek gesproken over zeg maar, deze casus, die voortkomt uit de discussie van de detailhandel structuurvisie. Op 21 februari heeft de Aldi daar bezwaar op gemaakt. 25 april is er een hoorzitting geweest met de commissie bezwaarschriften. Die hebben op 15 mei hun advies kenbaar gemaakt. Dat hebben we in het college behandeld. Dat breng ik nu naar uw raad om te vragen of u kunt leven met die wijze van afdoening. Dat is wat we vanavond over hebben. En niet over die hele inhoudelijke discussie van wel of niet verplaatsing en welke nou ja, argumenten daar allemaal wel of niet voor zouden gelden. Het is in die zin, de heer Gelling, ook niet het college waar niks mee te bereiken zou zijn. Nee, het is besluitvorming die meermaal door uw raad is vastgesteld en die nu voor ons als geldend beleid is en waar wij als college gewoon helder en rechtlijnig uitvoering aan geven. Ik hecht er toch aan, voorzitter, om dat voorafgaand aan de discussie even heel helder neer te zetten. Dat is waar u vanavond over besluit. Over de wijze van afdoening van het bezwaar, waarvan dank. De commissie zegt. Dank daarvoor. Ik denk ook dat het goed is om dat kader even te schetsen. Voorzitter, toch nog even een vraag. Want ik heb niet het beeld dat ik kan. Vandaag ga besluiten. Volgens mij was dit een oriënterende ronde. En om je te kunnen oriënteren moet je natuurlijk wel wat informatie hebben. Daar vroeg ik in ieder geval naar. Is dat correct, voorzitter? Ik denk dat dat correct is, maar de kaderstelling van de heer Breukeman is ook correct. Dus ik laat het even bij de heer Breukeman om al dan geen reactie te geven op de inhoudelijke vragen die gesteld zijn. Dan wel dat ik hem even terugneem en daar alsnog een procesvoorstel op doe. Maar ik wil eerst even het woord laten bij de heer Breukeman. Het is goed om het kader te schetsen waar we hierover besluiten als raad. En dit is inderdaad de oriënterende ronde. En uiteindelijk vindt de beslissing in de raad plaats. Maar het kader is helder. Dus wat dat betreft. Volgens mij goed om dat gedaan te voorzitter. Ja, ik hecht het ook wel even aan om aan te geven dat we niet allemaal zetten moeten gaan herhalen. We zitten hier een gemeente te besturen en ik voel er niet zoveel de behoefte aan om discussies opnieuw te gaan voeren. En ik kan me echt compleet vinden in het kader wat de wethouder schetst. En ik zou ook iedereen willen oproepen om dat kader te volgen. Ja, wij sluiten ons daar helemaal bij aan. Dat was ook de reden waarom wij het woord niet wilden voeren hierover, omdat het volstrekt helder was waar het over ging. En ik heb met verbazing zitten luisteren naar de vragen van zojuist. Nou, voorzitter, voordat iedereen gaat roepen dat hij het eens is met kader van de portefeuillehouder. Ja, ook wij hebben niks geen nieuwe toevoegingen. Ik had alleen even een vraag over dat plan. Dat is alles. En voor de rest vinden wij het prima. Goed, helder. Ik heb ook wel, ik denk dat het goed is dat u het kader geschetst heeft. En ik laat het eerst even bij u om te kijken of u beantwoording wilt geven op de overige vragen. Maar eerst even op basis van het kader de beantwoording. Dank voor het woord, voorzitter. Waar de heer Rodemond schetst van een oriënterende ronde waarin je moet kunnen oriënteren op besluitvorming. Dat is correct, maar de inhoudelijke vragen zouden dan moeten gaan over het bezwaar. En het bezwaar en ook het besluit van de commissie daarop, die zegt, u heeft in alle redelijkheid kunnen besluiten. U bent de redelijkheid tot het besluit gekomen. U kon feitelijk ook niet anders gezien de wetgeving die daar was. Zowel vanuit nou ja, het gemeentelijk kader als van de omgevingsverordening zoals die door de provincie is vastgesteld. En u heeft een rechtmatig besluit genomen dat ook niet in strijd is met het evenredigheidsbeginsel. Dat zijn de inhoudelijke argumenten die vanavond hier aan de orde zijn. Nu zijn er ook nog een aantal vragen gesteld die gaan van ja, en hoe nu verder en hoe zit het dan in het proces en met de gesprekken? Daar wil ik wel even kort iets over zeggen. Gisteren is er een gesprek geweest, ook met tussen Aldi en mij. Dat heeft nog niet meteen, dat zeg ik ook meteen, tot nieuwe kansen geleid. Ik heb daarin wel gezegd dat wij nu bezig zijn met het ontwerpen van een bestemmingsplan in Delingsvaart. Om daar te kijken, kunnen we nog wat verder daar lostrekken in het centrum. Ik heb ook richting Aldi aangegeven dat ik bereid ben om dat plan nu op on hold te zetten, daar nu even mee te wachten, dan zeg maar die vertraging ook voor onze rekening te nemen en dat ik bereid ben om mee te kijken, kunnen wij nog iets betekenen met uitbreiding op de huidige locatie?
He, dus of naar links of naar rechts, of met een naburig pand, waardoor we misschien iets kunnen draaien. De situatie opnieuw te bekijken, hoe gaan we om met parkeren daar in die lange parkeerstrook, kunnen we daar misschien iets draaien met bouwblokken, met vierkante meters. Maar ik heb ook heel eerlijk gevraagd, als dat een exercitie is die zonde is van mijn tijd en energie, geef dat dan ook aan. En ik heb niet de indruk gegeven dat een ontwikkeling op de huidige locatie een wens is die momenteel bij Aldi leeft. Dat zeg ik ook maar meteen heel eerlijk en helder bij. Maar die gesprekken zijn wel degelijk geweest. Morgen spreek ik met de inspreker van zojuist de heer Ten Hoor om eens te kijken van en hoe zijn, gaan, kijken wij nu aan tegen dan ontwikkelingen van het Mercatorterrein. Dus het heeft zeker de aandacht van het college. Ik blijf ook met partijen in gesprek. Maar ik wil wel heel helder neerzetten dat we het hier hebben over de beslissing rondom het bezwaar. En daar wou ik dan eigenlijk ook nu bij laten, voorzitter. Voorzitter, mag ik nog één vraag stellen erover? Ja, Geling. Want het is ons volstrekt duidelijk waar het kader ligt. Alleen ik denk dat het wat buiten een democratisch kader valt als vervolgens een plaatselijk belang, hè, waarin alle onderliggende stukken die vandaag zijn geweest over participerende samenleving, initiërende rollen van iedereen die er is, met name genoemd plaatselijk belang, als die zich melden in deze discussie, dat het wat onbehoorlijk zou zijn om daar volledig aan voorbij te gaan. Dus dat even tegen de mensen die zich niet willen uitspreken over een duidelijke oproep van een plaatselijk belang waarbij het toch heel serieus mee moeten gaan, denk ik. Dat is ook de achterliggende gedachte. Ik merk dat we wellicht een nieuw agendapunt zouden moeten agenderen, dat kan voor een volgende keer mij betreft, over de inzichten ter zake de Julianastraat Noord. Want daar hoor ik in ieder geval het CDA en andere partijen wel zeggen, nou, dat vraagt wel eens een keer enige aandacht om daar eens van te vinden. En wellicht dat dat een aanknopingspunt kan zijn. Maar ik vind het, ik wil aangeven dat ik het onbehoorlijk vind om als een plaatselijk belang de moeite hebben te schrijven, om het zodanig af te doen. Maar joh, we hebben hier een formeel kader, daar hebben we het niet over. Niet voor u hoor, u hebt het keurig gedaan, u hebt daar een keurig reactie op gegeven, maar ik vind dat niet getuigen van de juiste invulling van het democratisch kader waar we hiervoor zitten. Dank u wel, voorzitter, daar zou ik vanuit het college nog wel de toevoeging op willen doen, dat ik met alle gesprekken bereid ben, zeg, met alle partijen bereid ben om in gesprek te blijven over ontwikkelingen, ook aan zeg maar, het begin van Delingsvaart. Dus die gesprekken die zullen zeker volgen. Dank u wel. Dank u wel, heer Breukeman. Ik wil er nog wel even aan toevoegen, heer Gering, dat de brief van het plaatselijk belang ook aan uw raad is geschreven en dat het ook aan uw raad is om dat opnieuw te agenderen. En als daar ruimte voor is, dan vindt u daar ongetwijfeld de mogelijkheden voor. Dank u wel. Ik kijk even rond of er nog behoefte is aan een tweede termijn. Dat is niet het geval. Dan gaan we door met agendapunt. Ja, maar voor de helderheid gaan we door als hamerstuk of bespreekstuk. Ik zou het bijna vergeten. Hamerstuk toch? Hamerstuk hoor ik. Voorzitter, mag ik nog even een klein. Ik heb nog een klein vraagje uitgezet ter zake het duidelijke kader wat de provincie kennelijk gesteld heeft bij een bestuurder van de provincie. En met uw instemming zou ik daar nog graag even haar antwoord voor af willen wachten. Maar dat krijg ik morgen, dus met instemming zou ik dan willen aangeven. Dan mag ik bij de behandeling dan of het al of geen hamerstuk gaat worden. Prima, dan gaan we ervan uit dat als de beantwoording naar uw tevredenheid is dat het een hamerstuk wordt. Mocht het anders zijn, dan gaat u aangeven dat u het als nu op de agenda wilt hebben. Ja, dat kan ik bij de vergadering aan doen. Dan maken. Dan hebben we dat bij deze afgesproken. Dank u wel. Dan gaan we verder naar agenda punt 5. Tijdelijke wijziging verordening winkeltijden Hardenberg 2014 voor het mogelijk maken van de openstelling van de winkels op zondag. Ik ga even kijken wie ik daarvoor het woord mag geven. Ik zie de heer Wiet. Ik zie mevrouw Kelder, mevrouw Klok, de heer Boshoven, sorry meneer Rodemond, ja, u moet toch even wat meer gebaren maken. Dat, ik ben wat heel goed, kijk, dat gaat helpen. De heer Van der Wel en de heer Oding. Dan ga ik beginnen bij de heer Oding. Dank u wel, voorzitter. Kijkend naar het voorstel, de tijdelijke wijziging verordening winkeltijden gemeente Hardenberg. Een voorstel die recht doet, zoals die is overeengekomen door de vier coalitiepartijen. En zoals dit ook is verwoord in het coalitieakkoord. Wat opvalt is dat onze fractie over de afgelopen periode zeer intensief is benaderd door de diverse partijen, inwoners en betrokken ondernemers. En wat tevens opvalt is dat dit coalitieakkoord een duidelijk politiek karakter heeft en dat de praktijk wellicht om een andere invulling vraagt. Het is om die reden dat wij een aantal vragen hebben voor de portefeuillehouder. Vragen, voorzitter, omdat wij het idee hebben dat de middenstand en supermarkten op zoek zijn naar een praktische invulling van de koopzondag. En we willen graag snappen of en op welke wijze er mogelijk ruimte is. We begrijpen dat er een wens is vanuit de ondernemers om voor de komende zomer en tijdens de bouwvak een aantal alleengesloten zondagen open te gaan.
eventueel samen met de supermarkt. Tevens is er de wens om in de geest van het coalitieakkoord wat pragmatischer om te gaan met de om- en omregeling tussen Dedersvaart en Hardenberg. En de portefeuillehouder vraagt in dit raadsvoorstel aan het college, of vraagt aan de raad om het college bevoegdheden te geven een aantal zondagen aan te wijzen. En kijkend naar de huidige winkeltijdenwet en de verordening winkeltijden gemeente Hardenberg en het coalitieakkoord hebben wij de volgende vraag. Heeft het college met de huidige verordening voldoende ruimte om in de geest van het akkoord, zoals het nog eens is verwoord door onze fractievoorzitter, in gesprek te gaan met de supermarkten, middenstand en belanghebbenden om te komen tot een gedragen proef en of evaluatie? Kan de wethouder aangeven hoe zijn huidige gedachten zijn bij het vormgeven van de evaluatie, zoals van nulmeting, indicatoren? Misschien kan de wethouder ook duiden welke indicatoren zeg maar in de evaluatie meegenomen worden. En aangeven wie en op welke wijze zij betrokken worden bij de evaluatie. Welke ondernemers, participanten zullen hierin meedraaien? En kan de wethouder ook aangeven hoe de raad, dan alleen schriftelijk geïnformeerd, zoals het nu staat in het voorstel, een rol gaat spelen bij de verdere vormgeving. En dus ook de eventuele invloed en aanhaken van informatievoorziening bij de proef- en de evaluatieproces. En tenslotte, welke rol spelen de niet-deelnemende kernen hierin? Graag een reactie van de portefeuillehouder hierop. Dank u wel, heer Oding. Heer Van der Wel. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, de discussie waarvan je wist dat die er ging komen is dan daar. Voor sommige mensen is die eindelijk daar. Anderen hadden er liever nooit over gesproken en geloof het of niet. Ik kwam zelfs mensen tegen die het niet zoveel uit zou maken wat we gingen besluiten. Nou, dat laatste geldt voor het CDA zeker niet. We hebben steeds gezegd dat we graag met alle betrokkenen in gesprek willen, zodat we zorgvuldig een afweging kunnen maken. In de afgelopen tijd heb ik zelf, maar mijn fractiegenoten met mij, dan ook uitvoerig over dit onderwerp gesproken. Het Z-woord. Als CDA denken we dat we er in de gemeente Hardenberg wel aan toe zijn, het winkelen op zondag. Maar we willen ook zeker niemand verplichten om te winkelen of om zijn of haar winkel open te hebben. Dat staat ook zo in uw voorstel en het coalitieakkoord verplicht dan ook niets. En ieder staat het vrij binnen bepaalde kaders. En juist over die kaders hebben wij wat verduidelijkende vragen. U schrijft in uw voorstel dat er tussen 1 en 5 uur 's middags gewinkeld mag worden binnen de bebouwde kommen van Hardenberg en Dedersvaart. We kregen van een aantal wijksupermarkten in Hardenberg in dit geval de vraag of dat betekent dat zij ook open mogen. Dus bedoelt u met de bebouwde kommen echt Second Centrum of ook de wijksupermarkten in bijvoorbeeld Heemse Marslanden en Baldeveld? U geeft ook aan dat er per kern per 2 weken maximaal 1 zondag kan worden aangewezen en dat de aangewezen zondagen voor de ene kern andere moeten zijn dan in de andere kern. Met andere woorden, is in Dedersvaart de winkel open op zondag, dan mag dat in Hardenberg niet. Wat is daar de reden van en zou u er eventueel ook voor openstaan als we dat iets losser zouden laten? Dus dat de tekst bijvoorbeeld zou worden, daarbij geldt dat per kern per 2 weken maximaal 1 zondag kan worden aangewezen. Punt. En dat we daar dus stoppen en dus het zinnetje en dat de aangewezen zondagen voor de ene kern andere zijn dan de aangewezen zondagen voor de andere kern schrappen uit het besluit. We krijgen dan dus geen extra zondagen, hooguit juist minder, maar geven de ondernemers wel iets meer de vrijheid zodat ze bijvoorbeeld de laatste zondag voor kerst allebei open kunnen als ze dat zouden willen. En dat kon maar zo eens zo zijn. Dat waren tenminste wel wat geluiden die ons bereikten. Wat ook een vraag was die bij veel mensen leefde en daardoor dus ook wel bij ons, is hoe het zit met de bouwmarkten. Mogen die wel of niet open en vallen die dan onder de supermarktregeling of vallen die onder de andere winkels? In het voorstel staat dat in de zomer het college zal besluiten welke zondagen er gewinkeld kan worden in onze gemeente. Wat is de reden dat u dat wilt gaan besluiten en gebeurt dat ook in overleg met de ondernemers? En ja, eigenlijk even refererend ook aan de brief. Ik zou het mooi vinden als er vanuit het college ook een reactie even zou kunnen komen op de inspreker. Op de 3 vragen die daar aan u gesteld zijn. U heeft hem volgens mij ook gekregen. Maar een van de dingen waar ik zelf ook al even naar vroeg. Stel een ondernemer die eigenlijk niet open mag, doet dat toch. Wat zijn dan de consequenties voor die ondernemer? En heeft u ook signalen ontvangen van ondernemers die dit eventueel van plan zijn? Bijvoorbeeld in de kleine kernen, want daar hebben we net wat over gehoord. En zoals u weet vinden wij de leefbaarheid daar belangrijk. En daar zou de zondag openstelling van winkels wellicht een bijdrage aan kunnen leveren. En tot slot, voorzitter, de evaluatie. We zijn blij dat we deze zomer al gaan beginnen, zodat we ook zo snel mogelijk kunnen evalueren.
Het college schrijft te willen evalueren na een jaar, dus medio september 2019. In die evaluatie wordt dan betrokken de verschillende kernen in onze gemeente en de frequentie van de openstelling. We zien daarvoor een bedrag van maximaal 10.000 euro begroot staan die u uit het potje economie wilt halen. Wij vinden het als CDA ontzettend belangrijk dat de evaluatie goed, maar vooral ook objectief verloopt. En ons leek dan 10.000 euro niet een heel groot bedrag, maar wellicht heeft u bureaus op het oog waarbij de prijs-kwaliteit verhouding net zo goed is als wij de evaluatie graag zouden willen zien. Denkt u het dus daarmee te gaan redden, zou mijn laatste vraag zijn, bewaakt u de objectiviteit en neemt u ook in het onderzoek mee of mensen ook gaan winkelen in andere gemeentes als in de eigen woonplaats de winkels gesloten zijn. Tot zover de eerste termijn. Dank u wel, heer Van der Wel. Ik ga naar de heer Boshoven. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik had zo net geen vragen aan de inspreker. Dat is omdat ik al zijn vragen eigenlijk zou door willen zetten naar het college. Dus zo had ik als vraag genoteerd hoe zijn de ondernemers in de kleine kernen meegenomen in het totstandkoming van dit plan. Maar wij horen van de heer Van der Schouw dat ze via de media op de hoogte zijn gebracht. Daar willen wij wel graag even een reactie op. En verder inderdaad ook, de CDA vroeg er ook naar wat gebeurt er als de vordering genegeerd wordt. En verder, GroenLinks heeft na aanloop van de verkiezingen ook gesproken met supermarkteigenaren. Daar was altijd de insteek of iedereen of niemand. Dat is ook voor GroenLinks het standpunt. Waar ligt de moeilijkheid om ook de supermarkten in de kleine kernen de winkels te kunnen laten openen? De leefbaarheid vinden we immers allemaal belangrijk. En rondom het project Bouw je eigen buurt is bijvoorbeeld wederom naar voren gekomen dat die supermarkt in de buurt ontzettend belangrijk is. Daarom lijkt het ons niet zo verstandig om die supermarkten dan in gevaar te brengen door dit plan. Dus ook graag even een reactie op de ongelijkheid die dit met zich meebrengt naar de supermarkten en de kleine kernen. Dank u wel, heer Boshoven. Dan ga ik naar mevrouw Klok. Dank u wel, voorzitter. Het enige positieve aan dit plan vinden wij dat er in ieder geval iets opengebroken is in zaken de zondagopenstelling. We hebben een aantal vragen. Hoe heeft het nu zover kunnen komen zo'n plan te bedenken, terwijl alle partijen met uitzondering van de ChristenUnie zich hebben uitgesproken over de zondagopenstelling? Is er nagedacht hoe om te gaan met de bijzondere zondagen, en dan noem ik bijvoorbeeld zondag 23 december. Wat betreft de openstelling van de supermarkten, gaat het om één supermarkt per kern of per wijk? Of geldt het voor alle supermarkten in de kern? Verbindingen van betekenis is het motto van het coalitieakkoord. Waarom zijn de andere kernen uitgesloten? Waarom gaat het hier alleen maar om Dederzwaard en Hardenberg? Niks afdoende aan deze kernen natuurlijk. Maar zijn er gesprekken geweest met de verschillende ondernemers of verenigingen in alle kernen? Waarom worden er geen ruimere kaders gesteld zoals in de winkeltijdenwet, zodat de ondernemer kan ondernemen naar eigen inzicht en behoefte? En wat wordt er geëvalueerd na dit proefjaar? En wanneer is de proef geslaagd? Zijn daar kaders voor? Zijn de KPI's bekend? Er zijn reeds vele gemeenten ons voorgegaan in deze materie en er is reeds ervaring dus in opgedaan. En de effecten zijn bekend. Waarom moet er weer opnieuw getoetst worden? Is het gerechtvaardigd om het onderscheid te maken tussen de kernen, de oneerlijke concurrentie die daarmee wordt ingezet? En beslissen wij als raad over de inkomsten van de ondernemer? Onderschatten wij daarmee ook niet de sociale functie van de detailhandel? De inspreker, meneer Van der Schouw, die heeft heel duidelijk gesproken en wij als VVD-fractie zijn daar volledig mee eens. Wij willen graag van de coalitie weten of zij de ruimte willen geven om het plan te wijzigen en daarmee alle kernen gelijk behandelt en daarmee ook recht doet aan de democratie waarin wij leven. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Klok. Ik ga naar de heer Rodemond. Voorzitter, dank u wel. Dat is het voordeel als u daar begint en bijna hier eindigt. De vragen die ik wilde stellen zijn bijna allemaal gesteld.
Met die uitzondering dat ik enigszins schrok van de opmerking dat er toch voor vele, mogelijk duizenden euro's omzetverlies gaat plaatsvinden per supermarkt in de kleine kernen als dit plan in ieder geval doorgaat. Daarmee leidt dat ook wat mij betreft tot de vraag, is het college eventueel bereid om na te denken over een compensatie voor dat omzetverlies, omdat we toch een beleid inzetten dat mogelijk schade berokkent aan ondernemers. Dank u wel, meneer Roodmond. Fijn dat u het kort houdt. Ik ga naar mevrouw Kelder. Dank u wel, voorzitter. Er zijn al heel veel vragen gesteld natuurlijk. Maar wij willen graag van de wethouder weten hoe hij kijkt naar de inspreker van vanavond, naar zijn argumenten of naar de ondernemersargumenten. Hoe ziet de wethouder hoe dit wordt verwerkt in de evaluatie misschien? En misschien zou het toch nog kunnen dat je wat eerder evalueert, zodat ze toch eerder mee kunnen doen. Dat is onze vraag. Dank u wel, mevrouw Kelder. Ik ga naar de heer Jonkhans. Nee, naar de heer Wiet. Excuus, ik ben eventjes abuis. Ik ben wel even benieuwd naar de creativiteit van de heer Wiet, want er zijn al heel veel vragen gesteld. Dus ik ben benieuwd wat u gaat doen. De heer Jonkhans is bijna zo kaal, maar ik ben het echt niet. Dat is helemaal eens. Ja. Even kijken, de heer Rodemond die had het net over dat er, als je daar zit, dat je dan bijna alle vragen hebt gehad. Nou, dan moet hij zich even voorstellen om hier te zitten. Nou, alle vragen zijn dus bijna al gesteld. Meneer Wiet, wat eentje. Niet is, kan nog komen, hè? Zo is dat. Ik heb er eentje. Onze fractie die wil graag eerst een reactie van het college op het verhaal van de inspreker, de heer Van der Schouw. Want het klinkt een beetje als alles of niets, zeg maar. Als we het huidige raadsvoorstel steunen, wordt er gezinspeeld op het risico van ondernemersongehoorzaamheid. Kan dit risico of de andere gevolgen zoveel mogelijk aan de voorkant van de pilot worden meegenomen? Nog even een vraag, moet ik even kijken. De rest is al gesteld. Dank u wel, meneer Wiet. Ik kijk even naar de portefeuillehouder, de heer Ter Rietstap. Heeft u voldoende tijd gehad om alle vragen te noteren? Want het zijn een hele batterij vragen, dus u kunt direct overgaan tot de beantwoording. Ja, hartstikke goed. Dan u het woord. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik denk wel dat ik tot een antwoord kan komen van een heel aantal van de vragen. Ik had intussen ook de tijd, omdat er wat herhaling kwam, hè, om toch wat over een aantal vragen na te denken. En natuurlijk zijn een heel aantal vragen niet nieuw. Maar ik denk ook dat het ook hier goed is om te beginnen waar het voorstel wat voor u ligt, wat dat eigenlijk is. Hè. Dat is wat nu voor ligt, voldoet aan twee ambities die de coalitie in ieder geval heeft uitgesproken. De coalitie heeft gezegd, we willen de winkels open doen op zondag. We willen daar ervaring mee opdoen. We willen daar een proef mee draaien. En we hebben een jaar voor en er hebben bepaalde kaders voor. En we willen het wel in 2018 al mee starten. Het voorstel wat nu voor ligt, dat geeft daar invulling aan. Maar het geeft gelijktijdig invulling aan de exacte kaders zoals we die hebben vastgesteld in het coalitieakkoord. Het is gewoon een vertaling. Het is bijna een copy-paste, zou ik zeggen. We hebben als college over nagedacht, hoe geef je dan invulling aan die kaders? Moet je dan met elk voorstel voor elke zondag die je open wilt weer terug naar de raad en ga je een heel proces optuigen om over elk besluit daar naar terug te moeten, hebben we gemeend een voorstel aan de raad te moeten doen om ons te mandateren. Om te zeggen van geef ons nu die bevoegdheid om in ieder geval ten tijde van een jaar daar proef mee te draaien. En vanuit die proef ervaring op te doen en die ervaring gaan evalueren. En vervolgens met een definitief voorstel naar u te komen om dan dat u kunt kijken of de kaders, zoals in ieder geval een grote meerderheid van deze raad al heeft vastgesteld in het coalitieakkoord, nog de kaders zijn waarmee we verder willen. Wat ik dan in die periode ga doen, is luisteren, spreken met ondernemers, met deelnemende ondernemers, met vertegenwoordigers van de ondernemers, met niet deelnemende ondernemers, ook een hele belangrijke daarin. He, zoals ze allemaal in het coalitieakkoord staan, over maatschappelijke partijen, religieuze instanties, maar ook omwonenden en al dat soort partijen. Dat is een taak die nu bij het college, bij het bestuur ligt. Die bij mij persoonlijk dan ligt vanuit het college om die gesprekken te voeren. Ondertussen probeer ik ook heel goed te luisteren wat de raad in die tussentijd allemaal zegt. Hè? Want we hebben nu, worden er ook een heel aantal vragen aan mij gesteld van hey, hoe kijkt
kijkt de wethouder daar nu tegenaan? Nou, in eerste instantie zeg ik van, ik kijk er tegenaan zoals de vertaling die van mij gevraagd wordt van een meerderheid van de raad vanuit het coalitieakkoord daar naartoe. Daar heb ik gepoogd een vertaling voor te doen. Maar nu wordt er een vraag aan mij gesteld. En dan kom ik denk ik ook tot de beantwoording van heel veel verschillende vragen. Ja, hoe kijkt u er nu tegenaan? Want wat is er in die tussentijd gebeurd tussen het coalitieakkoord? Ik wil het niet hebben over, en het is niet aan mij vanuit het college om antwoord te geven, over hoe heeft het ooit zover kunnen komen dat deze kaders op papier staan. Dat is niet mijn vertrekpunt. Dat is niet mijn startpunt. Mijn startpunt is als wethouder van dit college, vanuit economie, is op het moment dat het coalitieakkoord gesloten is. Dus de vraag die mevrouw Klok bijvoorbeeld stelt, vind ik een vraag die u aan de raad zou moeten stellen. Hoe heeft het zover kunnen komen? Ik werk op dit moment vanuit de kaders die er liggen. Die liggen hier nu voor u ter besluitvorming om ons als college een mandaat te geven om daarmee aan de slag te gaan. Dan begin ik toch mijn rondje en ik denk dat ik wel niet iedereen daar persoonlijk dan weer in terug laat komen, omdat er wel vrij veel herhalingen zitten, of in ieder geval dezelfde strekking. Maar in hoofdlijnen wordt gezegd van wat is er nou in die tussentijd gebeurd vanaf het coalitieakkoord, van al de gesprekken. Jullie zijn als fractie benaderd. Ik kan ook aangeven, wij zijn ook als college benaderd. We hebben heel veel verschillende gesprekken gevoerd. En dan begin ik dan toch wel bij de vraag van de ChristenUnie. Dan vraagt u eigenlijk heel expliciet aan mij als bestuurder. Vindt u dat er voldoende ruimte is om met dit akkoord, met de vertaling, eigenlijk niet met het akkoord, maar met de vertaling van het voorstel wat hier nu voor u ligt, om die gesprekken te voeren, om ook, ergens te kunnen bewegen? Dan zeg ik van, nou, ik denk dat de kaders in de kern voldoende ruimte bieden om ervaring op te doen. Maar ik constateer ook in al die gesprekken dat er wat mij betreft ook wel pragmatische oplossingen gezocht zouden moeten kunnen worden, waar ik als bestuurder, als portefeuillehouder, waar wij als college best wel graag in ieder geval voor een jaar, om die hoofdlijn kan wat ons betreft prima blijven staan. Om en om, in zichzelf is wat mij niet betreft niet de discussie. Maar ik heb hier nu ook een aantal malen gehoord van, ja, maar hoe zit dat dan? Ik hoorde zelfs een keer 23 december. Ik weet niet eens of het op een zondag valt dit jaar, maar stel dat dat op 23 december is. Hoe zit het straks rond Sinterklaas? Moeten ze dan echt om en om? Hoe zit het straks in de bouwvak? He, van de bouwvak is toch een aaneengesloten periode die zeg maar, wij niet bepalen als college, net als de feestdagen, die worden over het land zeg maar, bepaald, hè, met name dan de bouwvak. De feestdagen zijn wel iets oudere geschiedenis. Maar dan zeg ik, dan heb ik beperkte ruimte. Want ik werk binnen een juridisch kader. Wat ik nu feitelijk vraag is de winkeltijdenverordening, dat is echt een heel juridisch ding, aan te passen. En die mag ik als college, heb ik enkel en alleen de bevoegdheid om binnen de kaders van de verordening, zoals ik hem nu bij u voorstel, ik kan in die zin niet anders doen, want dit is de exacte vertaling van het coalitieakkoord, bij u neerleggen. Vraagt u aan mij, heeft u voldoende ruimte op basis van de gesprekken die gevoerd hebben? Dan zeg ik van nou, vanuit de geest wel, maar ik zou het best wel werkbaar vinden als je een goede proef wil doen. Als je nu al ziet waar de emotie ligt, waar de pijn ligt bij heel veel ondernemers. We hebben hier een aantal ondernemers die niet deelnemen. Ik heb ook heel veel gesprekken gevoerd met ondernemers of ambtenaren van ons, met ondernemers die wel in die gebieden zitten. Die hebben ook verschillende wensen die niet exact passen en waar ik vanuit het college best wel een oproep zou willen doen aan de raad om te zeggen, geef ons daar iets meer ruimte in. Moet je dan de kaders aanpassen? Wat mij betreft hoef je niet de kaders aan te passen, maar je zou best wel in zo'n winkeltijdenverordening, zou ik vanuit het college best wel mee geholpen zijn als je zegt van, zoek ook gezamenlijk oplossingen als ik die gesprekken moet gaan voeren met ondernemers, maar ook met andere partijen, dat ik daar enigszins de ruimte in krijg om daar in de geest van de wet, volgens mij, van de regel, volgens mij noemde de heer Oding die term, om in de geest van die kaders toch eens te kijken of je daar een oplossing voor komt. Ik zou erbij geholpen zijn. Ik vind het volstrekt logisch dat wij als college daar niet mee komen, omdat ik de opdracht heb om met een uitvoering van het coalitieakkoord te komen, maar ik hoop dat dat voldoende antwoord is op uw vraag. Voorzitter. En misschien is dat ook een antwoord op heel veel vragen, want die hadden wel een gelijke strekking. De heer Overmars. Voorzitter, dank u wel. Excuses, ik wil niet per se uw zin gelijk afbreken, hoor. Die mag u altijd wat mij betreft afmaken. Ik voelde toch de aandrang om eventjes ter verduidelijking te vragen of de wethouder nu aan ons vraagt om de verordening zoals die nu voor ligt te amenderen om een wat ruimere
kader, een iets ruimer kader neer te leggen, zodat de vragen die zijn gesteld rondom bijvoorbeeld andere kernen, et cetera, of om die wat meer invulling te kunnen geven. Klopt dat als ik dat goed beluister? Voorzitter, ik zou mij als college nooit aan de bevoegdheid van de raad willen wagen, dus ik zal u geen amendement in de mond leggen. Wat ik alleen antwoord geef op dit moment is een vraag die aan mij gesteld wordt van hoe ervaart u nu die gesprekken? Heeft u voldoende ruimte om binnen de geest? Ja, binnen de geest van de wet kan ik heel goed begrijpen, of van de regel kan ik heel goed begrijpen wat ondernemers bij mij aangeven, de zorgen die ze hebben, maar biedt de letter van het akkoord mij onvoldoende ruimte? De geest van het akkoord, zeg ik, biedt mij voldoende ruimte om daar wel mee aan de slag te gaan. Maar of u zegt van ja, niets mee te maken, de letter blijft in stand en een ruime meerderheid heeft de letter bepaald, zeg ik maar eventjes. Zeg ik prima, ga ik hiermee aan de slag en dan bepaalt dat mijn positie hoe ik de gesprekken wil voeren. Akkoord. Als het de raad vindt van de ervaring die ik nu deel op basis van de gesprekken die ik gevoerd heb, vinden we dat we toch meer ruimte aan het college, dan geef ik heel graag die bevoegdheid aan het college of aan de raad. Om daar vooral naar eigen inzicht naar te handelen. Maar voel ik me niet hevig in de wiek geschoten, dat geloof ik. Hè? Op het moment dat mij meer ruimte wordt verschaft om die proef te draaien. Akkoord. Voorzitter, voldoende. Enigszins, toch even ter verduidelijking. Dan wil ik mijzelf niet woorden in de mond laten leggen of andersom. Laat ik het dan anders formuleren. In ieder geval, mocht er een dergelijk amendement komen. Kunt u zich dan voorstellen dat u daar positief op zult reageren, mocht u daarna gevraagd worden? Ik vind dat wel een hele ruime suggestieve vraag, de heer Roodemond. Dus ik denk dat de partijhouder daar weinig mee kan. Ik wil hem wel even de ruimte geven, maar ik voel aan dat het heel erg lastig gaat worden. Mag ik hem dan even aanvullend stellen? Want, dat mag zeker. Op de heer Roodemond. Eigenlijk is volgens mij de vraag van de heer Roodemond, wat heeft u van de raad nodig? Hè? Waar voelt u zich comfortabel bij? Vindt u... Want eigenlijk hoor ik u ook wel een beetje zeggen van, goh, geef ons de ruimte om het te gaan doen. Ik hoor ondernemers ook zeggen, geef ons de ruimte. Hè. Iedereen wil graag ruimte. Als ik me dan even concreet maak over die vraag die ik net stelde, die 2 weken, u noemde hem zelf al, die 23 december bijvoorbeeld. Moeten we daarvoor dan eventueel een amendement indienen? Stel, u vindt dat ook een goed idee, past u dat dan aan in het voorstel? Of zegt u van nou, ik vind het helemaal geen goed idee en ik ga het... Ik ga u toch even onderbreken, want volgens mij heeft de wethouder een heel duidelijk kader gegeven hoe hij het ziet. En is het vooral aan u als raad om met elkaar het gesprek daarover te voeren en de discussie te voeren. En niet nu om in herhaling te vallen en de wethouder te vragen om nog eens een keer uit te leggen hoe hij het ziet. Want dat is een herhaling van zitten wat we nu aan het doen zijn. Nee, dat klopt volgens mij niet helemaal. Want ik vraag volgens mij aan de wethouder wat hij nodig heeft van ons. Heeft hij een abonnement van ons nodig? Stel dat wij... De discussie gaat een beetje over leefwereld en systeemwereld. Er staat iets op papier en nu gaat het over de werkbaarheid daarvan. Stel, wij zouden daar iets aan willen veranderen. En we zouden hem dan concreet naar u benoemen. Komt u dan met een ander voorstel of vraagt u van ons een abonnement? Dat is wat ik vraag. En dat is niet hoe hij ermee omgaat. Het is puur wat hij van ons nodig heeft. Nou ja, goed. Daar is al iets over gezegd, maar ik geef de portefeuille toch nog even de gelegenheid om daar kort op te reageren. Ik wilde heel kort op reageren. Ik laat dat echt aan de raad. Maar ik krijg een vraag van de ChristenUnie. Die vraagt, heeft u voldoende ruimte om in geest van het akkoord te handelen? Dan zeg ik, als u bedoelt met de geest dat ik dan de geest van het akkoord, dat ik daar ruimte ervaar op basis van de vragen die op mij afkomen, om de gesprekken om bijvoorbeeld een aaneengesloten periode in de zomer, dan zal mijn antwoord aan de partijen zijn, dat zult u uit moeten komen dat u er om en om uitkomt. Want de letter van het akkoord en mijn bevoegdheid rijdt niet verder dan daar. De geest van het akkoord zegt van, joh, we willen een soort van balans vinden, we willen ervaring op doen, we gooien niet alles open en we hebben daar wat methodes voor bedacht. En wat een van uw vragen, waar ik straks nog volgens mij op terugkomen, is waarom is dat ooit zo bedacht? Nou, even de vraag of dat een vraag voor mij zou moeten zijn of van een ander, of aan de raad. Maar daarvoor zijn bepaalde kaders bedacht. En als je nu die gesprekken voert met ondernemers, met andere partijen, biedt dat dan voldoende ruimte? Zeg ik nee, want dan houdt de letter mij tegen. Ja. En dan zeg ik van, dan is het aan u raad of u zegt van, vind ik dat aanleiding om te zeggen van, daar geven we een iets ruimer kader in mee. Dan vindt de raad die zegt van ja,
vul het maar wat ruimer in. Als dat de voorbeelden zijn en ik wil u die ruimte geven, zult u iets moeten doen. Dat is voorzitter, in ieder geval een heel concreet antwoord. Ja, voorzitter. Precies. Voorzitter, in de kader van wat u schetst, zegt u een zondag tegelijkertijd de supermarkt in Hardenberg en Dederswaard open. Die ruimte voel ik niet. Dat is wat ik u wil zeggen. Die is er niet. Die is er niet. Helder. Oké, dus u, stel we willen dat wel, dan moeten we amenderen. Voorzitter. Goed, volgens mij is er nu voldoende gezet. Ik wil eerst naar mevrouw Klok toe, want die heeft al aangegeven dat ze het woord wil. Dan ga ik naar u, de heer Oding. En dan wil ik ook eigenlijk de discussie stoppen. Want ik vind dat we hier op dit moment al lang genoeg over gesproken hebben. En wil ik de portefeuille houden de mogelijkheid geven om zijn verhaal af te maken. Want ik wil niet dat dit een herhaling van zet wordt. Dus ik ben daar ook wel even streng in. Ik begin bij u, mevrouw Klok. Als het een herhaling van zet is, zal ik u ook afkappen. Dat geldt ook voor de heer Oding. Mevrouw Klok. Dank u wel, voorzitter. Dat is heldere taal. Nou, ik denk dat er tijdens zo'n coalitievorming worden er dus concessies gedaan aan standpunten. Ik denk dat er dan ook dingen wellicht bedacht of overwogen worden die misschien niet helemaal doordacht zijn. Dat kan ik me voorstellen. Mijn hele duidelijke vraag is, wat rechtvaardigt nou ons als raad? Hè? Hoe kunnen wij nou rechtvaardigen dat je kernen uitsluit? In onze mening kan dat niet, want dat doet niet recht aan de democratie die we hier hebben met z'n allen in het land. En gezien de emotie die er loskomt bij de kleinere kernen en de uitsluiting, dat veroorzaakt nogal wat. En ik denk dat we gewoon als raad, of de coalitie vraag ik bij deze dan, zijn jullie bereidwillig om het open te breken en het nog eens een keer te herzien of te bekijken en aan de wens van alle inwoners van onze gemeente Hardenberg te voldoen. Dank u wel, mevrouw Klok. Ik hoor daar wel een... meneer. Ik wil graag even de ruimte hebben om daar zelf richting aan te geven. Volgens mij is er nu een vraag gesteld, niet aan de portefeuillehouder, maar aan u als raad, vanuit mevrouw Klok. Dus ik wil ook aan u de gelegenheid geven om daar antwoord op te geven. Ik wil deze vraag daarna bij de portefeuillehouder neerleggen, want in andere woorden is die ook al gesteld. De discussie over de kernen, die vraag is heel nadrukkelijk gesteld en die zit volgens mij bij de beantwoording. Maar dit is een oproep aan de partijen en een discussie hiervoor in de raad. Dus ik wil hem hier ter bespreking geven aan u en niet aan de portefeuillehouder. Dus meneer Stelpstra, misschien wilt u reageren. Wat zegt u, meneer Oring? Ik verstond u niet. Ik had het idee dat ik na mevrouw Klok op een gegeven moment het woord mocht hebben. U mag het na, maar de mevrouw Klok geeft een vraag richting u als raad en ik vraag of daar reactie op komt of niet. En daarna bent u aan het woord. Ja, nou, op die vraag zeg maar, die geef ik mijn fractievoorzitter graag gelegenheid als betreft zeg maar, de coalitieopbreking. Ik wou nog even reageren zeg maar, op de antwoorden zoals de portefeuillehouder die heeft gegeven. En die zijn voor mij klip en klaar en duidelijk. Dus ik heb daar verder zeg maar, geen vragen over. Dus prima, en u heeft geen reactie op mevrouw Klok. Dus voor u is het nu klaar. Helder. Ik kijk nog even naar de heer Stelpstra. De heer Stelpstra, wilt u nog reageren op mevrouw Klok? Jazeker, voorzitter. Het is namelijk een democratisch recht dat je met elkaar afspraken maakt. Het is ook een democratisch recht dat je een bepaalde fase met elkaar ingaat. Wij kennen geen openstelling in deze gemeente op zondag. Nu leeft er een brede wens om wel over te gaan tot openstelling. En wij hebben gezegd, laten we met elkaar een jaar lang daar aan wennen, ervaring op doen. Dat geleidelijk doen, daar gesprekken met elkaar over gaan voeren, daar ervaringen op doen. En al de argumenten die u vanuit, ik snap het vanuit uw liberale standpunten, gelijkheid en overal, daar kijken wij anders tegenaan. Wij komen op voor de minderheden en wij houden rekening met minderheden. En wij zijn ook ontzettend dankbaar dat we deze afspraak hebben kunnen maken. En deze afspraak is een afspraak van vier partijen. En het stoort mij dan ook dat uw fractievoorzitter in de algemene beschouwingen doet alsof het allemaal een gemeen spelletje is van de ChristenUnie. Want zo is het niet. Het is gewoon een werkelijkheid dat we afspraken met elkaar. Als je kijkt naar andere gemeenten, en die zijn er voldoende in Nederland. Ik noem maar even Zwolle. Daar zie je ook dat bepaalde gebieden worden aangewezen. Dat er een bepaalde wisseling is. Nou, en zo is deze, vanuit die gedachte, dat we gaan tot een zachte landing van openstelling op zondag in onze gemeente, is dit akkoord er gekomen. En als u het heeft over de kernen, we hebben het gelaagdheidsprincipe. En wellicht is dat nog niet bij u bekend. Maar voorzieningen zoals een zwembad wijzen wij toe aan onze hoofdkernen. Nou, dat vinden wij nog steeds een democratisch verantwoord argument om te zeggen we beginnen daar met de proef.
Nou, en dat staat ook allemaal in ons akkoord. Daar hebben we heel helder afspraken over gemaakt. U kan het daar niet mee eens zijn, maar u zat niet aan de tafel. Meneer Stelstra, kunt u tot een afronding komen? Want dit is ik geef even het kader van hoe je, zou maar zeggen, hè, democratie. Want ik vind het toch best wel forse aantijgingen die u doet, die geen grond slaan. Dank u wel, heer Stelstra. Ik kijk naar mevrouw Klok van de VVD of zij daar nog reactie op wil geven. Wij als raad zijn tevens volksvertegenwoordigers van de gehele gemeente. Er is toch heel duidelijk vanavond een signaal afgegeven door de insprekers over de onvrede die er bestaat. En ik vind dat wij daarnaar moeten luisteren. Wij hoeven die kaders niet te stellen. Laat de ondernemers zelf die kaders stellen. En zij zullen daar waarschijnlijk op een hele juiste manier mee omgaan. Want ook zij hebben te maken met hun leefomgeving. En wat daaruit verwacht wordt. Als mensen niet naar de winkel toe willen, dan gaan ze niet naar de winkel. Als een ondernemer niet open wil, dan gaat hij niet open. Wie zijn wij als raad om over die portemonnee en die portefeuille te beschikken? Ik snap de rechtvaardigheid niet. Nou ja, goed, ik neem akte van uw mening, dat doe je binnen een democratie. Hè, maar ga dan niet zeggen dat het niet democratisch is. Goed, minister, dat vind ik niet rechtvaardig. Het punt is helder. Ik denk dat deze discussie inmiddels voldoende is doorgenomen met elkaar. En ik wil dan ook graag de portefeuillehouder nu de gelegenheid geven om zijn vragenbeantwoording af te maken. Want volgens mij staan er nog een aantal vragen open. De heer Trietsap, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Dan ga ik eigenlijk verder bij. Nou, ik had dus mijn indruk over gegeven en er was voor u voldoende antwoord, dus hoef ik daar niet verder op in te gaan. Een andere vraag die wel op meerdere punten, hoe wordt nou die evaluatie vormgegeven en wie betrekken we erbij en hoe wordt de raad erin betrokken en op welke punten gaan we evalueren? Nou, zoals ik het coalitieakkoord ook interpreteer, is dat we het niet alleen over met wie we de evaluatie gaan doen. Wat mij betreft, wat het college betreft, is dat dezelfde groep met wie wij ook gaan starten met de proef. Hè. Het voorstel zo wat er nu voor ligt, bestaat eigenlijk uit twee delen. Dus één, dat we deze zomer al de winkels open willen doen. Dat is onmogelijk om al die verschillende belangengroepen gesproken te hebben. Dus daar wijken we daarvan af. Dat omhelst dit voorstel ook. En het tweede voorstel is dat we vanaf 1 september de feitelijke proef gaan draaien. En dat wil niet zeggen dat 1 september dus alle winkels open gaan. Dat wil zeggen dat wij vanaf 1 september, nadat we die zomerperiode gehad hebben, die gesprekken met al die verschillende partijen gaan voeren. En ook met die partijen zul je het gesprek voeren over waar gaan wij op evalueren. Dat is de samenstelling. Daar wil ik, het coalitieakkoord is daar duidelijk over. Dus daar gaan wij partijen over benaderen. Als hetzelfde dat wij ook benaderd worden door partijen. We hebben hier een inspreker en dat zal ook een eerste link even met de inspreker van nu zijn. Want er was ook ergens een vraag gesteld van hoe gaat u dan om met de partijen die niet in die twee centrumgemeenten zitten, zeg maar. Hè? De twee hoofdkernen die vanuit het gelaagdheidsprincipe wat hier geldt in de gemeente Hardenberg, waarvoor gekozen is. Hoe gaat u daarmee om? Dat zijn nou precies de partijen, wat mij betreft, zijn de niet deelnemende ondernemers, zoals die omschreven staan in het coalitieakkoord. Dat zijn juist de partijen die je nodig hebt om wel het gesprek te voeren, om ook gaandeweg de proefperiode, de periode dat je ervaring opdoet, te horen wat het daar betekent. Want dat, als wij zeggen met elkaar van na een jaar, hè, zoals het hier voorstelt, dan zal mijn tweede opmerking is daarover, waar ik ook vraag om een ruime interpretatie. Maar dat we na een jaar zeggen van college, komt u dan maar met een definitief voorstel hoe die winkeltijdenverordening eruit zou moeten zien. Of de winkeltijdenwet kan ik beter zeggen. Dan zeg ik van, dan heb je juist die partijen nodig. Want je moet weten wat het effect is. Kijk, de proef is nu dat het in die twee kernen is. En na een proef doe je het, of je gaat verder op dezelfde manier. Je zegt, nou, het was een fantastisch idee. Nou, ik vraag nu al iets van, daar zal die wel gaan knellen. Dus daar zou je sowieso anders mee om moeten gaan. En anderzijds is, we kunnen eventueel kijken naar een jaar of we dit misschien wel voor alle kernen zouden moeten doen. Of dat we niet om en om en dat je de frequentie wel moet wijzigen. Dus moet je partijen gaan betrekken die invloed hebben of onder invloed zijn van dit besluit, zeg maar. Hè, waar dit effect op heeft. Dus die partijen zou ik daar zeker in willen betrekken. En waar evalueer je erop? Kijk, een van de dingen is waarom doe je dit? Hè? Waarom zit überhaupt deze ambitie, zeg ik maar, in het college? Dat heeft een maatschappelijk effect, een economisch effect voor de deelnemende ondernemers. En maatschappelijk
Het kan twee kanten hebben, hè, want we doen nu alsof iedereen de zondagsopenstelling wil, maar er is ook een groep die er anders over denkt, om welke reden dan ook. Wat doe je in zo'n evaluatie? Betrek je de partijen die voor die tijd, hè, die betrek je al aan het begin van de proef, die zeggen van, nou, wij vinden het helemaal niks en ik vind het waardeloos. En hoe heb je het ooit kunnen bedenken dat je de winkels in dit Hardenberg opengooit? Als zijnde van, eindelijk zijn die winkels eens open. En dan vraag je aan de voorkant, ja, wat verwacht je er dan van? Wat is nou je angst of wat is nou de hoop die jij erbij hebt dat die winkels open gaan? En vervolgens ga je dat, omdat je met dezelfde groep aan de voorkant spreekt als aan de achterkant, ga je zeggen, en wat heeft dat nou gebracht? En heeft de ondernemer die daar een heel aantal van zitten in de wat kleinere kernen, onevenredig effect of überhaupt negatief effect, hè? Waar er nu gewoon een hele grote angst ook voor is. En nou ja, voor ons is het zorg en zij liggen er wakker van. Die moet je dus betrekken en dan kun je ook in je evaluatie, kijk, er wordt hier een omzetverlies van 10%. Ja, dat zou een KPI, heb ik gehoord, of een indicator. Dat is wel een ingewikkelde. Want dat zou ook betekenen dat je iets over de boeken moet vertellen van die periode ervoor. Als die bereidheid er is, is dat iets wat ik, dat is heel meetbaar. Hè, wat is daar nu het effect van? Maar dat laat ik ook afhangen van de partijen met wie wij het gesprek gaan voeren aan de voorkant. Of daar ook wel die bereidheid is om dat inzichtelijk te maken dat dat een effect heeft op je omzet, zeg maar. Dus daar wil ik niet dwingend in zijn van u mag pas aan tafel gaan op het moment dat u nu de boeken open doet en aan het eind nog eens de boeken open doet en dan het effect meetbaar laat zijn en dan zeggen van ja, het heeft dat of dat effect gehad. Het kan ook een gesprek zijn dat we vanuit de emotie met elkaar het gesprek blijven voeren en dan probeer ik dat bij u terug te brengen na die evaluatie in een concreet voorstel aan de raad. Dus ik wil ook om de partijen serieus te nemen met wie ik de gesprekken aanga, ook de ruimte geven om daar een eigen invulling aan te geven. Dus dat, ik hoop dat dat voldoende is op een aantal die van u die vraag heeft gesteld over waar gaat u nu precies op evalueren. En daar heb ik volgens mij ook antwoord gegeven op de vraag van welke rol niet deelnemende partijen. Nou, die zitten dus wat mij betreft zowel aan de voor- als aan de achterkant worden die betrokken om een stem te hebben ook in het definitieve besluit wat we maximaal over een jaar hopen te nemen. Zeg maar eventjes nou, na deze zomer. Oh ja, één vraag heb ik niet. Hoe de raad betrekken. Nou, sowieso ligt straks de bevoegdheid bij het college om daadwerkelijk die zondag openstelling mogelijk te maken. Hè, want dat is het mandaat wat wij vragen. Daarover wordt u sowieso geïnformeerd. En wat mij betreft is al dat soort besluiten vanuit een actieve informatieplicht zou ik heel graag ook bij u als raad weer terug willen leggen. En dan is het volgens mij ook aan de raad om daar vervolgens dan nog weer het gesprek over te voeren. En dan kunt u kijken of het inderdaad binnen die gestelde kaders was die ik had. Dat hoop ik dan wel. Of dat er een andere aanleiding is. Maar dat laat ik dan even bij de raad. Wij zullen nu actief informeren over de besluiten die wij in de tussentijd nemen als het gaat over het daadwerkelijk openstellen van de zondag. Voorzitter. Heer Van der Wel, ik krijg... Ja, dank u wel. Dan kom ik bij de heer Dordemond. Helder betoog. Ik zou u nog, want u neigde uw verhaal af te ronden, nog even willen vragen van kunt u nog even reageren op de brief? En zou u ook eventueel openstaan voor... tussentijdse metingen, dus tussentijdse evaluaties. Hè. We noemen net heel concreet omzetverlies. Nou, dat kun je natuurlijk elk kwartaal zou je dat kunnen meten. Zou u ons elk kwartaal bijvoorbeeld op de hoogte willen houden van uw bevindingen? Want ik voel eigenlijk in deze hele zaal ook wel een grote nieuwsgierigheid. Nou, misschien voelen we allemaal wel, was het alvast maar september 2019, want dan weten we waar we aan toe zijn. Bent u bereid om eventueel wat tussenmetingen met ons te delen als raad? Ik ben echt bereid om u daar maximaal in mee te doen. Ik vind het wel moeilijk om aan het begin van zo'n proces, zonder precies nu al te weten, omdat ik dat juist met die partijen wil benaderen, op wat wij gaan evalueren en hoe meetbaar is dat per kwartaal. Om u nu toe te zeggen, per kwartaal zal ik u daarover informeren. Maar... ik wil met u ten alle tijde, want ik weet niet hoe hard de informatie is gedurende zo'n proces. Wil ik u daarover zeker op de hoogte houden. En volgens mij kan het een wisselwerking zijn ook dat er vanuit hier vragen over worden gesteld. Waarin ik altijd bereid ben om daar ook antwoorden over te geven. En dat brengt mij ook wel bij een punt van, en dat sluit toch nog wel een beetje bij aan bij de ruimte die ik voel. Kijk, wat hier de eerste inspreker, en daar reageer ik dan ook op, is wat mij betreft... Dat maakt indruk hè, van al die verschillende ondernemers die er zijn. En wat wij ons ook niet realiseren, wij trekken het nu naar voren. Er is een verzoek, er staat ook in uw voorstel van de ondernemers hier uit Hardenberg, van joh, begin nou deze zomer. Nou, dat sluit prima aan bij onze ambitie.
maar het heeft gelijktijdig het effect. Daar heb ik niemand over betrokken. Hè. We hebben gewoon gezegd, van, dat verzoek komt er en ik leg het bij de raad neer om eigenlijk nu al, afwijkend van het coalitieakkoord, nu al te zeggen, laten we deze zondag maar vast beginnen omwille van de tijd. Dat houdt wel in, en ik heb ook gesprekken met een aantal van de ondernemers die hier zojuist hebben ingesproken, houdt ook in dat het voorstel wat er nu voor ligt, dat het 2 zomers betreft. We hebben hier een inspreker gehad uit Slagharen. Slagharen is bij uitstek een toeristische sector. En die zegt, de zomermaanden zijn voor mij van wezenlijk belang. En op het moment dat dit besluit in deze vorm wordt genomen, gaat het over 2 zomers. Ik zou best wel graag de ruimte van u hebben om eerder met een evaluatie te komen. Is het bijvoorbeeld voor de zomer? Maar ik zeg dat niet, volgens mij hoeft het kader daar ook niet op aangepast te worden. Want wat ik wel belangrijk daarin vind, is dat ik ook het gesprek wil voeren, bijvoorbeeld met de ondernemers uit Hardenberg. We hebben met elkaar wil ik een beeld ophalen van jongens, kunnen wij die evaluatie ook naar terughalen? We hebben u inderdaad niet betrokken voor deze zomer, hè, want het was onmogelijk om al die gesprekken van al die verschillende doelgroepen. Maar kunnen wij ook bijvoorbeeld voor de zomer, en dan hebben we het over 1 zomer, dan beperk je, zeg ik maar eventjes, dan de verwachte overlast die dit besluit neemt voor de ondernemers buiten deze 2 kernen, zou je daar. Dus ik zou ook die ruimte best wel willen ervaren als ik tot de gesprekken voer en zeg van, vindt u het prima? Dat zou wat mij betreft wel een vraag zijn om al voor de zomer tot een evaluatie, wat mij betreft ruim voor de zomer tot een evaluatie te komen, zodat je kunt anticiperen vanuit het nieuwe voorstel wat er komt te liggen op de nieuwe zomer. Goed, volgens mij is dat ruimte, voldoende heldere beantwoording. Ik wil graag. Okay. Voor de helderheid is het een. Graag een procesinterventie doen. Meneer Van der Wel, want ik zie dat de discussie vrij ver uitdampt en uitdijt. Dus ik wil verzoeken om de vragen wat puntig te stellen en de beantwoording ook wat puntig te doen. Want ik zit even met de tijd en de klok die zit inmiddels op 11:30 en we hebben nog een aantal agendapunten te behandelen. Ja, voorzitter. Dus ik wil uw raad verzoeken om puntige vragen te stellen en het kort te houden en de beantwoording ook kort daarop aan te sluiten. Voorzitter, dat snap ik. Een hele puntige vraag. Hoor ik dan een toezegging nu? Want dat is dan vaak wat u als voorzitter zegt, dat u een toezegging hoort. Ik hoor hem eigenlijk tussen neus en lippen wel door dat we een iets eerdere evaluatie gaan krijgen. Maar daar kan een ja of nee op komen. Als u mij de ruimte geeft, dan ga ik dat gesprek aan om te kijken of ik dus eerder kan komen met de evaluatie. Als u het niet erg vindt dat ik die volgende zomer niet per definitie hoef mee te nemen. Want dat is een kader wat in principe bij u ligt. We zouden een zomerperiode doen met de gesprekken die we gevoerd hebben. Als u zegt van, nou, wij vinden het wel prima. En dat hoeft helemaal niet met een amendement zoals die vragen. Wij vinden het wel prima als die partijen het. Dan zeg ik u toe dat ik voor de zomer kom. Daar zou ik wel mee geholpen zijn. Goed, helder, dank u wel. Ik zag nog 2 vragen meer. Ik wil dat ruimte geven, de heer Rodemond. En daarna de heer Gelling. En dan wil ik toch echt weer verder gaan met de beantwoording. Ja, ik ga ja en nee antwoorden. Kijk, heel fijn, dank u wel. Dan op het gevaar af, dank u wel voorzitter, dat de antwoorden nog komen. We hadden het zojuist eventjes over dat stukje omzetverlies en ik vroeg daarbij naar compensatie. En dat heb ik nog niet gehoord. Mogelijk komt dat nog. Graag aandacht in ieder geval daarvoor, voorzitter. Komt nog. Beantwoording komt nog, dus te vroeg met uw vraag. De heer Gelling. Ja, voorzitter, het is heel prettig om te horen dat de wethouder wat ruimte wil om te bewegen. Met name de wetenschap dat u zelf geen voorstander bent van de zondag openstelling, dus lof daarvoor. Dus geen is mijn bedoeling om de ChristenUnie te blameren ter zake sluwigheid. Het was meer een fluim ter zake het goed onderhandelen en het verkrijgen van je zin daarin. En meneer Stelpsa kan vast uitleggen aan de mensen in het buitengebied waarom ze de omzet moeten gaan missen. Maar dat is wel de vraag die wij ook aan de wethouder hebben. Want is dit kader ook juridisch getoetst? Want meneer Stelpsa heeft gelijk dat er meerdere gemeentes zijn waar dan wel de een, dan wel de ander. Maar er wordt nooit een groep categorisch uitgesloten. Het is altijd of de even postcodes of de oneven postcodes. Maar wat hier speelt, is dat naast Delensvaart en naast Hardenberg de rest allemaal uitgesloten wordt. En ik vraag mij af, ook als jurist, voorzitter, of dat mag. Of dat niet in strijd is met beginselen die onder andere in de grondwet staan. Want we mogen geen wetten maken, voorzitter, die strijdig zijn met de grondwet. Dank u wel, heer Gelling. Volgens mij heldere vraag. En de portefeuille. Korte antwoorden. Dat inzicht hebben wij nu. Wij verwachten dat het kan, zoals we het voorstel wat nu voorliggen, dat het juridisch houdbaar is. Vraag van D66 als het gaat over compensatie. Ik vind, er is nog een vraag over de wat-als-situaties. Wat ons betreft is het niet aan de orde. Dat wij spreken over compensatie lijkt mij niet echt de rol die wij op ons zouden moeten nemen als overheid die kaders stelt waarbinnen iets mag plaatsvinden. Dat gaat ook diezelfde wat als vraag zit over de suggestie dat een aantal winkels open zouden gaan. En burgerlijke ongehoorzaamheid werd volgens mij ergens genoemd als een van de vermoedelijke angsten.
Ja, zo zit het voorstel niet in elkaar. Kijk, het voorstel ligt daar. Ik ga daar niet van uit. Wij proberen met die partijen in gesprek te gaan. Ja, is dat wel zo? Ja, dan heet dat volgens mij officieel een economisch delict. En dan is het vervolgens weer aan het bestuur wat je daarmee doet. Maar ik wil daar eigenlijk niet op vooruit lopen. Dat lijkt mij nog iets te vroeg. En ik wil vooral in gesprek blijven. Dat lijkt mij voor mij nu de taak. 1 tot 5. Nou, CDA vroeg een paar praktische vragen. Kan ik heel kort over zijn. 1 tot 5, of dat ook de supermarkt betrof? Volgens mij, dat is ja. Nee, wat is de reden bouwmarkten. De bouwmarkten. De bouwmarkten maken onderdeel uit van de detailhandel. En zou de winkeltijden, de tijden tussen 1 en 5, betreft niet. Daar maken we geen onderscheid in. Dat geldt voor alle winkels. Ja, precies. Dus mijn vraag was concreet, vallen ze onder de supermarktenregeling? Nee, dus die vallen onder de detailhandel. Dus okay. Die mogen 3 tot 5. Nee, oké. Okay, ja. De reactie van het college op de 3 vragen die gesteld worden. Wat gebeurt er als wij de verordening winkeltijden negeren? Ja, daar ga ik geen uitspraak over doen. Want ik ga er niet, ten eerste niet vanuit dat dat gebeurt. En ten tweede, ja, wat als... Daar zou ik niet weten wat ik daar nu precies als aan uitspraken over moet doen. Het enige wat ik kan aangeven, wat er dan feitelijk gebeurt, is dat dat een economisch delict betreft. En vervolgens is het de bevoegdheid om daar al dan niet iets mee te doen. Maar ik ga absoluut niet op die zaken vooruit lopen. Hoe ziet de toekomst eruit van de dorpen zonder supermarkt? Ik denk dat wij een aantal dorpen hebben waar helaas geen supermarkten meer zijn. Dat is, als dat het effect is van deze proef, moet je direct stoppen. Dan moet je hem direct anders inrichten. Want het kan nooit de bedoeling zijn, praat ik toch even voor het akkoord wat er nu ligt, dat ervaring opdoen met winkelopenstelling van zondag en de periode van ervaring opdoen is beperkt en wellicht nog beperkter, dat dat de reden zou zijn dat dorpen zonder supermarkten, op het moment dat dat signaal mij bereikt van ik ga morgen de deuren uit sluiten, want het kan niet meer omdat de winkels op zondag open zijn, dan zeg ik u toe, als dat signaal mij bereikt, dan kom ik bij u terug en dan wat dan logischerwijs zal zijn, is dat de evaluatie naar voren gaat en is het aan u raad wat u zegt. Gooien we alles dicht, gooien we alles open. Dat is een verantwoordelijkheid voor het kaderstellende orgaan. Dat is dus de gemeenteraad. Ik zal u daar dan over informeren, maar het lijkt mij niet dat dat de bedoeling kan zijn. Kunnen wij de evaluatie in september, ik lees nu de vraag op hoor, ik moet hem ook even, ik had hem nog niet gezien natuurlijk. Kunnen wij de evaluatie in september 2019 als supermarktondernemer bijwonen of zit ons dorp dan al zonder de baas? Nou ja, dat heeft betrekking op de volgende vraag. Mochten ze er nog zijn, hoop ik dat ze bij wijze van spreken september 2018 al aan tafel zitten. Winkels buiten de gemeente, het effect, ja, dat is volgens mij niet iets wat wij hier nu beslissen, want dat is wat nu ook feitelijk al plaatsvindt. Hè? Dus dat is niet anders. Koevoorde is al open, dus het is een beetje ingewikkeld om nu nog het effect vanaf dit moment te gaan meten wat dat met Koevoorde erbij betrekt. Hoe ondernemers meegenomen, vraagt GroenLinks ten aanzien van bijvoorbeeld omdat ze het uit de pers gelezen hebben. Nou, even het procesvoorstel. De kaders zijn vastgesteld. Ik ga naar u toe om te vragen van gaan we het zo doen? Is dit wat u bedoelt? Als u dat over 2 weken geloof ik vaststelt, dan gaan wij actief de partijen benaderen. En het lijkt mij een beetje vooruitlopen op de zaken. Dat heb ik ook met die partijen heb ik dat wel aangegeven. Er is nu een collegebesluit genomen, maar op het moment dat de raad is, gaan wij dat proces opstarten. En dan kunnen we daadwerkelijk zeggen van, praat u met ons mee. Nou, het belang van die supermarkt heb ik volgens mij al eerder benoemd. Hoe ver het zo heeft kunnen komen, dat heeft u volgens mij gevraagd aan de raad. Bijzondere zondag 23 december, hè, u gaf aan dat dat op een zondag is. Dat is exact de reden daarvan ik zeg, hier knelt het. Want dat is misschien wel om en om. Maar 23 december is het zowel op gelijk moment in Dedemsvaart als in Hardenberg. En ik zou het heel graag de ruimte krijgen dat ik zeg van, joh, wij hebben met elkaar wel afgesproken om en om. Maar met dit soort speciale momenten die ook voor ondernemers zo belangrijk zijn, heb ik graag de ruimte en ik zou het redelijk vinden en passen binnen de geest van het kader wat er nu ligt. Om dan te zeggen van, wat ons betreft is dat prima. Er was ook nog een vraag of het dan 1 supermarkt betreft. Nee, dat geldt dan voor alle supermarkten. Ik geloof dat er ook nog een vraag was over de kern. Het betreft de hele bebouwde kom van Hardenberg. Dus daar zit ook een baalder. Ik weet niet, volgens mij stelde u de vraag. Bijvoorbeeld een baalder in een baalderveld vallen daar dan ook onder. Even voor de duidelijkheid.
Ik probeer nu heel snel, dat merkt u wel, hè, voorzitter, door de vragen te gaan. Ja, dat gaat heel goed. Waarom? We kunnen volgens mij naar een afronde toe. Ik zie dat mensen steeds meer tevreden worden, dus we gaan de goede kant op. Ja, goed. Omzetverlies heb ik gehad. Nou, de inspreker, eerder evalueren was een vraag van op koers punt nu. Nou, eigenlijk zeg ik van, ik zou er best wel mee geholpen zijn als iedereen, de partijen met wie ik spreek, daar ook bij gebaat zijn. Nou, ik heb een reactie gegeven, in ieder geval op de drie vragen die hier in de brief staan. En dat heb ik denk ik afgedaan. En het risico van burgerlijke ongehoorzaamheid. Helder, dank u wel. Ik kijk nog rond of er nog een duidelijke vraag en of er nog behoefte is aan een tweede termijn. Zie dat dat niet het geval is. Dan ronden we dit agendapunt af. Voorzitter, het lijkt me duidelijk een hamerstuk. Nou ja, goed, meneer Van der Wel, als u dat voelt als hamerstuk, dan mag u dat voorstellen. Maar ik voel aan mijn water dat dat niet helemaal gaat gebeuren. Dus natuurlijk ik denk dat dit gewoon een spreekstuk gaat worden voor de volgende raadsvergadering. Dus laten we dat op deze manier ook maar doen, want ik zie al dat daar op gezinspeeld wordt. Hartstikke goed, we gaan verder naar agendapunt. Even kijken, agendapunt 6, vaststellen bestemmingsplan facetherziening parkeren Harderberg en parkeernormennota Harderberg. Ik kijk rond wie ik daarvoor het woord mag geven. Ik zie niemand. Dan rest mij de vraag, ja, ik kan hem eigenlijk wel invullen, het is een hamerstuk voor de volgende vergadering. Dan gaan we door naar agendapunt 7, bespreking ontvlechtingsakkoord bestuursdienst om een Harderberg. Ik kijk weer rond. Voorzitter, zullen we even een plaspauze doen? Of, Nou ja, ik zit even te kijken met ook de tijd of we een plaspauze willen doen. Of dat we zeggen, we gaan nu door met dit agendapunt en we ronden de vergadering af. Het is even aan u wat u daarvan vindt, maar ik wil dan ook niet meer dan vijf minuten toestaan. Ja. Ik wil hier vijf minuten, gaan de mensen in mee of gaan we door? Vijf minuten pauze. En dan beginnen we ook echt stipt om 11:15. Goed mensen, welkom terug. We gaan verder met de bespreking van agendapunt 7. Ik kijk even rond wie ik daarvoor het woord mag geven. En ik zie dat u nog niet voltallig bent, maar ik zie dat de heer Rodemond zich meldt. De heer Kloekhorst. De heer Gelling. De heer Brink. Goed, we gaan beginnen bij de heer Brink. Ik hoorde vanavond iets over een koning en een troon, maar ik heb hier een fractie die zijn eigen troon meeneemt en die moest er even naar beneden. Dus, en het duurt erg lang. Maar goed. U heeft nog even de ruimte, meneer Brink, dus gaat uw gang. Dank u wel. Ja, kan het wel, want voor mij moeten nog best wel mensen binnen. We hadden volgens mij met elkaar de afspraak gemaakt, stipt 11:15, dus u kunt gewoon uw gang gaan. Houdt u zich vooral niet in. Nou, ik zie dat de perstribune is gaan zitten, dus dat is positief. voorzitter, op 5 december 2017... heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Harderberg besloten om uit de gemeenschappelijke regeling bestuursdienst om Harderberg te treden. Wat onze fractie betreft is het belangrijk dat er na de beslissing van uittreding snel weer wordt gewerkt aan twee nieuwe ambtelijke organisaties. Uiteindelijk komt dat de kwaliteit van onze dienstverlening ten goede. Geeft het zekerheid aan de medewerkers, waarmee we uiteindelijk toewerken aan nieuw perspectief. Onze fractie heeft echter nog wel enkele vragen. De gemeente Harderberg neemt een groot deel van de personeelsleden in dienst. 25 FTE's zullen overgaan naar de gemeente Ommen. De vraag van onze fractie, hoe zorgen wij ervoor dat wij een kwalitatief goede organisatie gaan behouden? Als tegenprestatie voor het feit dat de gemeente Harderberg meer personeel in dienst neemt dan de huidige verdeelsleutel 2575, zal de gemeente Ommen diensten afnemen bij de gemeente Harderberg. In hoeverre is dit juridisch toelaatbaar? Heeft Ommen in dergelijke casussen geen aanbestedingsverplichtingen? En in hoeverre komt bijvoorbeeld een mededingingsautoriteit om de hoek kijken? Als belangrijk risico kwalificeert onze fractie het feit dat dienstenovereenkomsten na 2 jaar kunnen worden opgezegd, met een opzegtermijn van 4 jaar. Ik vraag dit aangezien het werkaanbod van 249 FTE gebaseerd is op deze overeenkomsten. Kan een portefeuillehouder een kleine toelichting geven op de kwalificaties van dit risico? Dan, voorzitter, de 1,3 miljoen die wij moeten betalen als uittreedsom aan de gemeente Ommen. Onze fractie heeft moeite met de hoogte van het bedrag. We spreken hier immers over gemeenschapsgeld. Onze vraag is allereerst waar dit bedrag vandaan komt en waarom is er überhaupt noodzakelijk Harderberg een dergelijk bedrag aan de gemeente Ommen betaald.
Daarnaast, voorzitter, zijn we benieuwd naar de structurele impact op de begroting. Wij nemen aan dat die duidelijkheid overkomt in het liquidatieplan en ook in de begroting die wordt opgesteld in de aanloop naar 2019. Maar wij horen graag nog even of deze constatering, die ik nu namens de fractie maak, of die juist is. En kunt u iets zeggen over de rol van de provincie gedurende de afgelopen periode waarin er onderhandeld is? En wat de rol van de provincie zal zijn gedurende het vervolg van het traject? En tot slot, voorzitter, een van de misschien wel belangrijkste punten. En dat betreft de menselijke kant van de ontvlechting. In de stukken lezen wij vooral de bestuurlijke kant, en dat snappen we wel. Maar het zal duidelijk zijn dat het voor veel ambtenaren een onzekere tijd is. Wij zouden graag zien dat na de ontvlechting deze ambtenaren weer met veel plezier, en misschien wel met nog meer plezier, weer naar het werk gaan. En wij zouden graag zien, dat is eigenlijk weer een oproep naar het college, dat daar ook in het vervolg van het traject aandacht voor is. Dat was het even voor de eerste termijn. Dank u wel, heer Brink. Ik hoor ook wel dat u ook een aantal technische vragen stelt. Het verzoek om die de volgende keer vast voor de vergadering te stellen, zodat die beantwoord kunnen worden. Dus laat ik even bij de portefeuille houden. Ik ben een klein beetje brutaal aangelegd, voorzitter. Als het niet wordt beantwoord, ga ik ze alsnog technisch uitzetten. Ik vind het heel goed dat u brutaal bent aangelegd, heer Brink. Maar even wel voor de orde van de vergadering is het wel goed om een volgende keer dat voor de vergadering te doen. En ik laat het even bij de portefeuille houden om ze al niet te beantwoorden. Ik ga naar de heer Gelling. Heer Gelling, bent u zover? Zeker, voorzitter. Dank u wel. Toch vond de VVD-fractie de vraag van meneer Brink heel goed. Wij sluiten ons daarbij aan, voorzitter. En zouden ze inderdaad graag behandeld willen zien, want het is nogal een onderwerp. Voor het overige vinden wij er een hoofd van. Maar gezien de fase waarin deze bespreking zich vindt en het belang van het voortzetten van de nieuwe organisatie, zullen we ons daarvan onthouden. Twee dingen zijn wel nog even wat ons betreft niet aan te verdienen. Dat was dat de wethouder, thans verantwoordelijk voor dit dossier, bij de uitleg de vorige keer een heel duidelijk adagium aangaf, namelijk zijnde de opzegger betaald. Dat was logisch, want de rechtspraak had dat in veel gevallen uitgemaakt. Heb ik dat gemist toen het voorstel werd neergelegd op 5 december? Was toen ook al bekend dat de opzegger ten alle tijde betaalt, dus de portemonnee moet trekken waar ook gelijk dan die 1,3 miljoen vandaan komt? En als dat bekend was, ben ik de enige die dat gemist heeft, of had dat wellicht ook toentertijd kenbaar gemaakt kunnen worden om in ieder geval het raamwerk van betalen bijvoorbeeld alvast bij ons neer te leggen? Dat is één. En twee, staat dat in Ommen het functieboek al gereed is voor de nieuwe organisatie. En tot onze verbazing is datzelfde functieboek van Hardenberg nog niet gereed, terwijl wij toch een substantieel groter risico lopen ter zake de organisatie. De vraag is, wanneer is dat klaar? En vervolgens, in aansluiting op meneer Brink, wat voor ons wel het allerbelangrijkste is, wanneer gaat u echt aan de slag om ervoor te zorgen dat de organisatie die u wilt hebben ook zo snel mogelijk wordt gecreëerd? Op welke manier gaat u dat doen? Wat zijn de risico's daarvan? En hoe zorgt u ervoor dat we hier in ieder geval geen enorme blieder uit krijgen? Want dit kan natuurlijk heel snel heel erg fout gaan lopen. Dank u wel. Dank u wel, heer Gelling. Heer Rodemond. Voorzitter, dank u wel. Ik ben blij dat het CDA vandaag heel erg compleet is in de bevraging, zodat ik het kort kan houden. Ik lees in het raadsvoorstel, tenminste in de bijlage erbij, in het akkoord, dat een aantal diensten nog niet is opgelost en dat die nog wel tijdelijk worden ondergebracht. En hoe tijdelijk is dat? En kleven daar nog financiële risico's aan? Dat is tot zover mijn vraag. Dank u wel, heer Rodemond. Naar de heer Kloekhorst. Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, op koers nu was vanaf het raadsbesluit 1-2011... overigens, samen met de PvdA en GroenLinks, tegen de vorming van de BOH. Onze fractie is daar zeer gemotiveerd in gebleven, vaak geïnspireerd door terugkerende fictiekosten. Zowel in het hele raadsvoorstel als in het ontvlechtingsakkoord komen geen fictiekosten tegen. Nu zit op koers daar nu daar zeker niet op te wachten. Maar als ze nog op de loer liggen, dan willen we graag dat nu horen. Heeft u een andere oplossing gevonden, dan horen we het ook graag. En wat ons betreft gaan we dan verder en sluiten we het hoofdstuk af onder het motto: een goede buur is beter dan een verre vriend. Dank u wel, heer Kloekhorst. En dan ga ik nu naar de portefeuillehouder voor de beantwoording. Voorzitter, ik was te laat. Ik zou toch nog een U was te laat? Ja, ik was te laat. Ik zat nog even op het toilet. Kijk, u wilt nog even daar het, ook nog het woord voeren. En de heer Jonkhans. En de heer Jonkhans was ook te laat. Toch pijnlijk om dat te constateren bij de heer Jonkhans. Bij de heer Schelpstra was ik er wel een beetje bang voor, maar ik werd. Nou goed, ik ga er ook niet verder op in. Heer Stelstra, aan uw woord.
Dank u wel, voorzitter, voor uw flexibiliteit. Als eerste zijn wij als ChristenUnie-fractie benieuwd naar de reactie van het personeel op het voorliggende akkoord. 1,3 miljoen vinden wij ook een flinke prijs en ja, onze vraag is dit gerechtvaardigd? Pagina 4 heeft u het over de DVO's en daar heeft u het over de contractuele aansprakelijkheden uit hoofde van de lange termijn contracten. Dat die voor risico's zijn van de gemeente Hardenberg, maar die worden verder niet gekwantificeerd en de vraag is of dat kan. Dan geeft u ook in pagina 4 dat er een bereidheid is tot aanpassing van de contracttermijnen. En we zijn heel erg benieuwd of u dat even kunt duiden, want daar zit dan wellicht ook weer een risico in. En dan komen we uiteindelijk bij de risicoparagraaf, voorzitter, en die vinden wij zeer magertjes. Er wordt verwezen naar het voorstel en dan mag je het zelf gaan uithalen wat de risico's zijn. En ja, u kent ons wel. Wij kijken heel graag goed naar de risico's. Ook naar een risicoreserve, dat soort zaken. En we zouden toch het advies willen geven om dit in de volgende keer wat beter te doen. Zeker u dit alsnog aan te leveren. En dan tenslotte, en dat is wellicht een wat technische vraag. Maar wij zijn heel benieuwd wanneer wij een totaal inzicht kunnen krijgen. Van wat deze hele operatie gaat kosten. En ook de opbouw van de nieuwe organisatie. Wellicht kan daar een idee van gegeven worden. Ja, dank u wel, heer Stelstra. Ik ga naar de heer Jonkans. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, zoals we hebben vanavond bij de behandeling van de kaderbrief ook al ingegaan op de positie van de medewerkers. En kan de wethouder aangeven met welke kosten gerekend moeten worden voor de inrichting van die nieuwe organisatie? We kunnen ons voorstellen dat er de achterstallige onderhoud is misschien niet de juiste term. Maar dat je toch een andere inrichting wenst als Hardenberg dan als een gezamenlijke BOH. En wat voor kosten gaat dat met zich meebrengen? Dank u wel, helder. Mevrouw Luiten, aan u het woord voor de beantwoording. Dank u wel, voorzitter. Inderdaad een aantal technische vragen. En ik kijk ook eventjes in de rondte. Er zijn een aantal vragen door verschillende fracties gesteld waarvan ik eigenlijk heel kort hetzelfde antwoord kan geven. Namelijk het liquidatieplan. En wat bedoel ik daarmee als het erom gaat van wat zijn nou precies de financiële risico's? Welke investeringen hebben we nodig voor de organisatie? Dat is hier eerder gewisseld dat er natuurlijk inderdaad investeringen nodig zijn in onze eigen organisatie. Niet alleen omdat we de kwaliteit willen waarborgen en daar ook in willen investeren. Dat zouden we sowieso moeten doen, omdat in deze arbeidsmarkt, als we de goede mensen willen houden, dan zullen we ook moeten investeren in bijscholing, in flexibiliteit. Maar ook omdat, en dat is iets wat belangrijk is om te noemen, we denken dat we met deze contracten het met natuurlijk verloop en een aantal andere verwachtingen zo voor de gemeente kunnen organiseren dat we niet heel lang nog aan contracten vastzitten van vast personeel. Het enige probleem is natuurlijk dat als er hier iemand met pensioen gaat en je daar iemand nodig hebt, dan wil je dat je personeel zo flexibel is dat je die mismatch kan corrigeren. Dus ja, er zijn absoluut kosten nodig, zeg ik dan ook eventjes in de richting van de PvdA-fractie, om in de organisatie te investeren. De precieze bedragen zijn nu nog niet bekend, maar die komen in september, komt het liquiditeitsplan naar u toe. Daar staat alles in. En natuurlijk, zeg ik dan ook even in de richting van de CDA-fractie, kunt u er ook van uitgaan dat in de begroting 2019 en verder ook met dit soort kosten rekening wordt gehouden. Dus daar krijgt u ook al een stuk scherper inzicht in. Dat geldt voor de frictiekosten die meneer Kloekhorst ook al noemde. Ik vrees dat we daar nog steeds niet helemaal van af zullen zijn. Het grote verschil natuurlijk is nu dat als wij investeren in de organisatie, dan investeren we in onze eigen organisatie. En daar hebben we dus de komende jaren zelf alleen maar heel veel baat bij. Ik concurreer dus dat de fictiekosten minimaal of maximaal met 25% zakken. Dat heb ik mijzelf niet horen zeggen. En daar zou ik nu ook helemaal geen uitspraken over durven doen. In september krijgt u van ons de precieze bedragen te zien. U vroeg ook, meneer Stelpstra vroeg naar de reactie van het personeel. Want dat is inderdaad natuurlijk aan het personeel verteld. Het heeft zeker tot opluchting gezorgd, zeg ik dan maar.
dat er een, in ieder geval een garantie is dat de mensen die een vast contract hebben nu bij de bestuursdienst dat in principe ook houden. Ze kunnen zelf solliciteren in Ommen en ze kunnen ook hier blijven. Maar het is niet zo, er zullen geen gedwongen ontslagen vallen. De organisatie gaat in principe over zoals hij nu is. En dat betekent dat mensen zich geen zorgen hoeven te maken dat ze aan het eind van dit jaar op straat zullen staan. Natuurlijk zijn er veel vragen. Dat heeft ook te maken met dat functieboek waar vragen over is gesteld. Ommen heeft daar heel snel en hard aan gewerkt. Maar u moet zich ook realiseren dat een functieboek voor een regiegemeente met 25 tot 45 mensen een stuk makkelijker te maken is dan de organisatie die wij hier niet alleen nu hebben, maar ook willen gaan worden. En bovendien niet alleen gaat het om de functies voor onszelf, die we nodig denken te hebben voor de diensten die we voor Hardenberg uitvoeren. Maar het gaat natuurlijk ook nog eens een keer om het grote deel van het werk wat we voor Ommen gaan uitvoeren. Dus dat functieboek is nou eenmaal ingewikkelder. Er zijn wel al intern werkgroepen bezig om dat te maken. Het is, we behouden de grote structuur. Daar worden nu wel meteen wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om die structuur ook weer te verbeteren. Dat is iets wat we al wilden. Dat doen we nu meteen. Maar het hele functieboek ligt er nog niet. Dat is voor het personeel overigens niet het grootste probleem. Omdat in principe is gesteld dat mensen het werk wat ze nu doen, blijven doen in het contract wat ze nu bij de BOH hebben. Gaat dat over naar Hardenberg dan wel als ze solliciteren en worden aangenomen in Ommen. Dan heb ik ook de vraag daarmee hopelijk beantwoord hoe we de kwaliteit in Hardenberg denken te gaan waarborgen. Met name door de investeringen en het bieden van die zekerheid. Maar ook het plezier wat u noemde, dat is natuurlijk ontzettend belangrijk. En dat is wel iets waar de afgelopen jaren niet heel veel ruimte is voor is geweest. Zowel de geestelijke ruimte als de financiële ruimte. Dus dat blijft, dat heb ik ook eerder aangekondigd, absoluut een aandachtspunt. En daar zullen we ook de kosten die we daarvoor denken te moeten maken, zult u ook in dat liquiditeitsplan terugzien. De technische vragen kan ik simpel beantwoorden, dus voor zover dat kan neem ik ze nu dan toch even mee. De aanbestedingsverplichting waar u naar vroeg, dat is getoetst en dat mag, zoals dat nu is voorgesteld. Dus daar zijn geen juridische verplichtingen. De rol van de provincie vroeg u. De provincie is in de afgelopen periode tijdens het proces van onderhandelen een aantal keer geïnformeerd. Is niet actief betrokken geweest bij de onderhandelingen, maar was wel op de hoogte. De beide burgemeesters zijn een aantal keren in duo's bij de commissaris op bezoek geweest om dat uit te leggen. En de provincie en wij vonden dat ook de meest prettige manier om te beginnen, omdat we dat liever zelf deden dan dat de provincie dat voor ons gaat zitten bedenken. Het was wel zo dat het heeft, voor de onderhandelingen speelt dat natuurlijk een rol, omdat als we daar zelf niet uit zouden zijn gekomen, dan zou het automatisch een geschil zijn wat bij de provincie belandt, die dan het voortouw in dit proces zou krijgen. Nou, daar wordt niemand beter van, was de gemeenschappelijke mening, zowel van Hardenberg als van Ommen. En gelukkig is dat tot nu toe ook niet nodig gebleken. De provincie heeft wel een rol als het gaat over de financiën. En dat is een belangrijke reden geweest voor ons om te pleiten voor met name de DVO's naar 6 jaar. Als dat korter wordt en je hebt wel vast personeel in dienst, dan heb je vast personeel in dienst voor kortdurende contracten. En dat past niet in de toetsingscriteria van de provincie. Dus dat is voor ons een belangrijke reden. Daar hebben we rekening mee gehouden. En daar zijn we ook over in gesprek met de provincie. Dat dat een voldoende dekking is voor het personeel wat we hebben. Dan kijk ik even naar de VVD. Meneer Gelling vroeg van, goh, was op 5 december al duidelijk het adagium dat wie breekt betaalt. Even voor alle duidelijkheid. Dat is niet iets wat wij zelf hebben gekozen omdat ons dat nou zo'n leuk uitgangspunt leek. Dat is meer, dat is een soort universele wet. En dat is vooral gebaseerd op de jurisprudentie die er is. De rechter heeft in soortgelijke zaken als deze altijd gezegd, degene die breekt, die moet ook daar de kosten voor dragen. Want dat is een direct gevolg van je eigen beslissing. Mag ik daar een vraag stellen, voorzitter? Zeker, de heer Gelling. U zegt nu weer met een duidelijke stelligheid die ik doorgaans bijzonder waardeer.
Maar ten tijde van het voorleggen van het besluit is die in ieder geval bij mij niet zo binnengekomen. En ik denk dat het was natuurlijk niet helemaal te kaderen. Maar bij voorbaat toen zeggen van, joh, maar we willen graag zeggen, maar hou er rekening mee dat de rechter gemiddeld bezien het adagium hanteert dat hij die opzeg betaalt. Dan had dat toch wel een kader geweest dat wat mij betreft duidelijk gemaakt had mogen worden. Ik meen me te herinneren, toen nog in een andere hoedanigheid, dat het bij de behandeling toen heel duidelijk was dat daar kosten aan verbonden zouden zijn. Maar we hebben, als ik het me goed herinner, maar ik kijk ook even naar de mensen die daar toen bij waren, ons dat gerealiseerd, maar dat ook voor lief genomen. Zo staat mij dat in ieder geval bij. Maar dat kan aan mij liggen. Heb ik aardig liggen suffen dan die avond, voorzitter? Hetgeen niet ongebruikelijk is, ik zie het. Ik wou hem bijna inkop ingelen. U legt hem wel zo goed voor opengoen. Ja, ik weet al op mijn tong, ja. Het is een beetje jammer dit, meneer Gelling. Goed, maar mevrouw Luijten gaat u verder. U refereert aan het collectieve geheugen. En ik ga er even uit dat dat herkend wordt. Dus gaat u verder met de beantwoording. Dank u wel, voorzitter. De uitleiding van de heer Gelling nemen wij even voor lief. Ik heb nog een vraag hier liggen van de ChristenUnie over de aanpassing van de contracttermijn. Er staat in het akkoord dat die termijn met wederzijdse instemming kan worden aangepast. En dan de cruciale zin daarin is natuurlijk met wederzijdse instemming. Dus dat kan niet als om na 3 jaar zegt, goh, we hebben er toch niet meer zo'n zin in. We houden er toch maar eerder mee op. Dat gaat niet. Wederzijdse instemming is ook precies wat dat is. We hebben het gesproken en genoemd, omdat deze termijnen zijn, dus zoals ik al zei, allemaal gebaseerd onder andere op de verwachting van het natuurlijk verloop van het personeel. Als blijkt dat bijvoorbeeld door de economische situatie of om wat voor reden dan ook, dat natuurlijke verloop sneller gaat, mensen krijgen nieuwe banen. Wij hebben geen langer lopende contracten meer van personeel voor die taken. En we vinden dat allebei prima, dan zouden we als Omme en Hardenberg kunnen zeggen, goh, we kunnen eerder uit elkaar, of we kunnen zo'n DVO eerder opzeggen. Maar nogmaals, dat is wederzijdse instemming, dus er is geen reden voor Hardenberg om dat in te stemmen als dat ons heel veel geld zou kosten. De magere risicoparagraaf, ja, dan steken wij toch een beetje de hand in eigen boezem. Hadden we misschien iets uitgebreider kunnen doen, maar ook daarvoor geldt dat het liquidatieplan daar meer duidelijkheid over zal geven. En dat daar ongetwijfeld een wat uitgebreidere risicoparagraaf bij zal zitten. Wil u nog iets toevoegen, heer Stelbestel? Nou, ik zie dit als een toezegging voor wetenschap voor de volgende keer. Nou, mooie interpretatie. Mevrouw Luijten, gaat u verder. De 1,3 miljoen, dat is het bedrag waar we uiteindelijk op uit zijn gekomen. En dat is gebaseerd op de kosten die Omme moet maken voor het werven en betalen van het opzetten van die regiegemeente. Zij zouden niet in de rol gekomen zijn. Zij zouden geen regiegemeente hebben hoeven maken als wij niet hadden besloten dat we uit deze gemeenschappelijke regeling stappen en daarmee de regeling opheffen. Daar zit een berekening onder. Daar kan je heel lang over onderhandelen. Is ook gedaan. Natuurlijk vond Omme dat dit eigenlijk veel meer had moeten zijn. En wij dat het veel minder had moeten zijn. Dat is nogal logisch. Maar juist door de hele constructie met de dienstverlening overeenkomsten hebben we dat bedrag naar ons idee zo laag mogelijk proberen te houden. De kosten zouden natuurlijk veel hoger zijn geweest als we de organisaties echt in tweeën hadden gesplitst. En dan zouden we met veel hogere frictiekosten zijn blijven zitten. Laat ik het zo maar even formuleren. Ik geloof dat ik hiermee het meeste heb gehad, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Luijten. Ik kijk rond of de beantwoording voldoende is geweest. Nou, meneer Brink, u bent echt op uw wenken bediend vanavond, dus hartstikke goed. Heel fijn voor u. Ze zeggen bij ons thuis wel eens een brutaal mens heeft de halve wereld, maar dat blijkt maar weer. Nou ja, inderdaad. Zo kunnen we het stellen vanavond. Ik kijk dan even rond of er behoefte is voor een tweede termijn. Niemand. Nou, dank u wel, mevrouw Luijten. Rest mij de vraag of dit door kan als een hamerstuk. Ik hoor geen protesten. Dan gaat het door als een hamerstuk naar de volgende vergadering. Dank u wel. Dan zijn we. Dan moet ik even opnieuw inloggen, want de schermpjes geven niet zo lang toegang. Aangekomen bij agenda punt 8, zendtijdtoewijzing voor de lokale media-instelling. Wie mag ik daarover het woord geven? De heer Wiet. Mevrouw Vrieling. Mevrouw
Van de Veen, zijn achternaam is nog even wennen. Voornaam was beter gegaan wat dat betreft. En ik mis niemand. Nee, dan ga ik beginnen bij mevrouw Van de Veen. Een hele zit en wat kan het dan fijn zijn als je straks in je auto stapt en even lekker naar de lokale omroep kan luisteren. Een lokale omroep dient onder andere als doel om de inwoners binnen de gemeente van verschillende maatschappelijke onderwerpen te voorzien en betrokken te maken. De afgelopen jaren heeft Omroep Noos binnen onze gemeente vanuit richtlijnen voor een PBO aan verschillende maatschappelijke onderwerpen op een mooie manier invulling mogen geven. Vanuit de ChristenUnie hechten wij belang aan de maatschappelijke betrokkenheid die een lokale omroep kan innemen. Nog steeds wordt 7% van de luistercijfers aan lokale omroepen toegeschreven. Dit is voor jullie beeldvorming 2 keer zoveel dan een Radio Veronica. Met een maatschappij die continu verandert, ook lokaal, zouden wij de wethouder in samenwerking met de betrokken partij willen vragen om bij een mogelijke nieuwe toewijzing zendtijd te onderzoeken of de huidige gekozen maatschappelijke onderwerpen die vertaald worden vanuit het PBO aansluiten bij de veranderingen die ook binnen onze gemeente spelen. Onderwerpen waaraan we onderhevig zijn, zijn bijvoorbeeld vergrijzing, waardevol ouder worden, ondernemerschap en integratiebeleid. Ook leeft bij de ChristenUnie de vraag aan de wethouder of er de afgelopen 5 jaar andere partijen zich hebben aangediend om de functie van een lokaal radiostation te vervullen. Bovenal willen we wel de waardering uitspreken aan alle vrijwilligers die elk jaar maar weer de tijd steken in onze prachtige lokale omroep, waar we natuurlijk allemaal naar luisteren als we weer naar huis gaan. Dank u wel, mevrouw Van Veen. Dat laatste betwijfel ik overigens hoor. Maar goed, laten we er maar geen rondje over houden. Ik ga toch even naar de heer Wiet toe. Excuus mevrouw Mensing dat ik het rondje even andersom doe. Maar de heer Wiet is de laatste keer wat kadig afgekomen. Dus ik wil hem graag even de ruimte geven om nu toch wat vragen te stellen. Dus de heer Wiet, nu het woord. Dank u wel, voorzitter. Onze vraag is, we hebben het jaarverslag van Noos gelezen. En dat vonden wij dit jaar summeren. Dus wij zouden het heel prettig vinden als er de volgende keer, dus over 5 jaar, als we iets meer kunnen lezen over een actieplan. Ze hebben een actieplan opgesteld. En daar zouden we graag meer van weten over 5 jaar. U wilt dus meer lezen en minder luisteren, dat begrijp ik goed. Dus u luistert vanavond ook niet. Kent u het programma Vegdaal Politiek? Goed, laten we dat even in het midden laten. Dank u wel. Dit waren uw vragen? Jawel, dank u wel. Goed, dank u wel. Mevrouw Mensing, aan u de eer voor de laatste vraag. Vanuit CDA hebben we geen kritische vragen. Wij willen ook graag weer terug in de auto om te luisteren naar Noos, dus ik hou het even kort. Wij willen eigenlijk alleen uitspreken dat de waardering voor deze omroep wel vrij groot is, gezien het feit dat zij zich met zoveel vrijwilligers, of eigenlijk steeds minder vrijwilligers, proberen in te zetten om het zo goed mogelijk te doen. Dank u wel. Hartstikke goed, dank u wel. Mevrouw Luijten, u hoort het. We willen graag snel in de auto om naar Omroep Noos te luisteren. Dus verlost u ons. Nou, ik ga het er eens even van nemen. Dank u wel. Ik heb namelijk uit mijn hoofd geleerd. Dat zou ik toch heel graag ook allemaal naar voren. Nee. Wat betreft de waardering voor de vrijwilligers, om daar maar mee te beginnen. Die delen we als college, want het is belangrijk, een lokale omroep. En zonder die mensen zouden we dat niet hebben. Simpelweg omdat het anders niet te financieren is. De maatschappelijke onderwerpen waar mevrouw Van der Veen naar vroeg. Ja, dat is in de programmering denk ik heel duidelijk te zien. Wij zijn als gemeente natuurlijk heel terughoudend. Want wij gaan absoluut, kunnen wij ons niet bemoeien met de inhoudelijke programmering van media. Lokaal, landelijk, regionaal of wat dan ook. Dat is wel degelijk iets wat het commissariaat toetst en wat aan ons wordt gevraagd naar ons idee. Voldoet Noos daar absoluut aan. De andere partijen in de afgelopen 5 jaar, dat kan ik u niet met 100% zekerheid zeggen, maar bij mijn weten niet. Dus wat dat betreft is dat ook duidelijk. Meer duidelijkheid over hun activiteiten.
Dat kunnen we aan ze doorgeven wat betreft voor de PvdA-fractie. Maar ik denk dat u dat zelf ook aan ze zou kunnen vragen. Ik denk dat ze het graag aan u geven. Dat ze graag laten zien wat ze allemaal doen. En daarmee heb ik denk ik de vragen gehad, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Luijten. Ik kijk nog even rond of de behoefte is een tweede termijn. Nee, dat is niet het geval. Dan rest mij de vraag of dit door kan als hamerstuk of bespreekstuk. Ik hoor de radio volgens mij op de achtergrond al. Volgens mij gaat dit gewoon een hamerstuk worden. Dank jullie wel. Dan zijn we volgens mij aangekomen bij agenda punt 9, 10:15 inmiddels. Ik kijk rond. Heeft iemand nog iets voor de rondvraag? Niemand die durft. Hartstikke goed. Dank jullie wel voor jullie bijdrage vanavond. Bedankt voor de open discussie en wel thuis. Hierbij is de vergadering gesloten.